eerst horen drinken, eerst horen drinken, dat is beter. Ja. Collega's, welkom na een welverdiende vakantie. En we hopen er terug constructief tegen aan te gaan met deze ploeg. Iedereen dus welkom, ook het publiek en de pers, hartelijk welkom. Ik heb voor eerst een verontschuldiging van de fractievoorzitter van N-VA, die vandaag door onvoorziene omstandigheden zich laat verontschuldigen. Zijn er nog verontschuldigingen? Paul Janssen verontschuldigd? Goed, dank u. Collega's, dan heb ik een puntje dat... Sorry, Piet? Ja. Hij zit in het buitenland. Oké, dank u. Dan hebben wij een eerste puntje dat bij hoog dringendheid op de agenda dient geplaatst te worden. En dat betreft de bekrachtiging van de politieverordening van het Zilverstrand. Omwille van het spoedeisende karakter heeft de burgemeester een besluit zwem- en recreatieverbod getroffen. Dit besluit is slechts geldig mits de bekrachtiging op de eerstvolgende gemeenteraad. Het akkoord van deze raad wordt gevraagd met de behandeling van het agendapunt dat bekrachtiging van de politieverordening van 12 september 2016, zwem- en recreatieverbod opstappen, vakantiepark Zilverstrand. Wij hernemen dat straks eventjes bij puntje 32, maar wij moeten nu een stemming doen voor de hoogdringendheid. Is iedereen hiermee akkoord? Burgemeester? Ik wel. Dat dacht ik. Ja dus? Ja. 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 En ja. Dan puntje 2 is de goedkeuring van de notulen van de gemeenteraad in zitting van 27 juni. Ja. Dat is geen probleem. Fik, ik heb het over het hoofd gezien met die hoogdringendheid die we moesten goedkeuren. Jij moet nog heel even... We zullen doen alsof dat je nog niet zit, maar je mag niet meestemmen nu. Oké? Okay? Dus puntje 2, de goedkeuring van de notulen van de gemeenteraad van 27 juni. Zijn daar op- of aanmerkingen? Is iedereen akkoord met die notulen? Ja? Oké, dank u. En dan hebben wij de installatie van een nieuw gemeenteraadslid. Fik, mag ik vragen eventjes tot bij ons te komen? Wacht. Wij hebben de voorgeschiedenis dus. In een schrijven van 7 juni 2016 laat Nicole Smets weten ontslag te willen nemen uit deze gemeenteraad met onmiddellijke ingang. Op 26 augustus bezorgt Bart Duchateau een brief aan mij en de gemeenteraad waarin hij meldt dat het mandaat van gemeenteraadslid dat hij dat niet zal opnemen. Een gelijkaardige brief krijgen wij op 31 augustus van Mirjam Bullen. En op 29 augustus ontvingen wij ook een brief van Karin Verbruggen dat zij haar raadslidmandaat niet wenste op te nemen. Op 30 augustus ontvingen wij dan een brief van de heer Victor van Hees dat hij als gemeenteraadslid wil fungeren in deze gemeenteraad. In de voorgelegde documenten wordt aangetoond dat Victor van Hees sedert de verkiezing zonder enige onderbreking aan de voor de verkiesbaarheid gestelde vereisten voldoet en zich niet bevindt in een van de gevallen van onverenigbaarheid met het mandaat van gemeenteraadslid. Deze eedaflegging die zo dadelijk gebeurt, is in openbare zitting en gebeurt in handen van de voorzitter. De geloofsbrieven van Fik die dienen goedgekeurd te worden. Is iedereen daarmee akkoord? Ja, dank u. En dan gaan wij nu de eed afleggen. Ik zweer u voor de verplichtingen van mijn ambt na te komen. Voilà.
Goed, dan zijn we bij puntje 4. Fik, hartelijk welkom. Ja, Koen. Ja, ik wil Fik nog even verwelkomen in onze fractie en in de gemeenteraad als interim fractieleider. Fik is iemand die al jaren in de politiek zit. Ja, dat fluit een beetje. Ja. Staat een micro wat hard, denk ik. Ah, dat is niks. Ja, doe maar, Koen. Ja, dus Fik is een man die al jaren bezig is met politiek, achter de schermen wel. Is reeds lang lid geweest van de Volksunie en nu bij N-VA. Is heel gekend van bij VAPCO en zal zich wel zeker bezighouden met de sportdossiers en met de problematiek in Wezel. Dus wij wensen Fik veel succes toe. Voilà, Fik, hartelijk welkom. Goed, puntje 4. Dat is de rekening 2015 van de Protestantse Kerk in Balen. Hier dienen wij gunstig advies te geven. Voor iedereen oké? Ja. Dan puntje 5, dat is de aanpassing van het meerjarenplan. In het meerjarenplan 2014-2019 werd voor 2016 een investeringstoelage van 25.000 euro gevraagd voor de vernieuwing van de bovenverdieping van een kerk. De binnengekomen offertes liggen echter een stuk hoger. Daarom wordt 4.000 euro extra investeringstoelage gevraagd. Aan de raad wordt de goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan en de aktename van de budgetwijziging 2016 nummer 1 gevraagd. Iedereen akkoord daarmee? Ja, dank u. Dan puntje 6. Dat is de jaarrekening van Welzijnszorg Kempen. Hiervan wordt de kennisname gevraagd. Ja, Koen. Ja, het is een kennisname, dus dat is geen probleem. Nu, ik vond het wel eigenlijk spijtig bij het lezen van het verslag dat er van Mol niemand aanwezig was op die vergadering. De schepen was verontschuldigd. Zal andere activiteiten gehad hebben, geen probleem. Maar ook de plaatsvervanger was niet aanwezig. En eigenlijk, dat is één keer per jaar dat er een belangrijke vergadering is binnen Welzijnszorg Kemp. Ik vind dat heel spijtig dat er dan niemand van de meerderheid gevonden wordt om daar aanwezig te zijn. Op zich stond het verslag van de Raad van Bestuur, zat daarin. De jaarrekening wordt op de algemene vergadering gestemd op zich. Traditiegetrouw ben ik bijna altijd aanwezig. Als ik niet kan, is er inderdaad een vervanger. Ik denk dat wij zeer veel aanwezig zijn. Dat ik dat ten eerste hier trouwens ook al bewijs, bijna overal waarop ik actief ben. Ik neem daar op zich akte van. Ik merk dat vandaag bij wijze van spreken ook iemand niet aanwezig kan zijn. Dat is dus heel sporadisch dat dat voorkomt. Dus op zich vind ik ook wel jammer. Allee, vraag maar na bij Welzijnszorg Kempen. Wij zijn daar bij de trouwste leerlingen die het hardste mee aan het dossier strekken. Snap uw opmerking wel. Ik zal in de toekomst nog meer proberen rekening mee te houden. Wij doen al het nodige. Ja, maar de plaatsvervanger was er ook niet. Hè? Sorry. Ik weet dat nu niet meer. Dat is al een half jaar geleden. Ik zal het navragen wat daar de reden van was. Goed. Puntje 7 dan. Voor de herinrichting van het kruispunt van de Kiezelweg, de N712 met de gemeente Heistraat, werd door het agentschap Wegen en Verkeer een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Aan deze raad wordt de goedkeuring van deze samenwerkingsovereenkomst gevraagd. Iedereen daarmee akkoord? Koen. Ja, wij gaan akkoord met N-VA. Nu hadden we wel bemerking met het plan dat voorligt, dat dat eventueel toch voor een onveilige situatie zou kunnen zorgen. Wij hadden vorige keer al een aantal maanden geleden al gevraagd om er eventueel knipperlichten of lichten te zetten op het moment dat de school begint of uit is, dat die lichten kunnen gebruikt worden, omdat we denken met dat eilandje in het midden van de weg door die asverlegging, dat dat misschien tot gevaarlijke situaties kan leiden. Maar natuurlijk, met dit gaan we wel akkoord. Ja, dat is genoteerd. Dank u, Koen. Dan puntje 8 is de overeenkomst en engagementsverklaring met betrekking tot het fietspunt. Het provinciebestuur legt een engagementsverklaring voor en deze verklaring realiseert een samenwerkingsverband met de betrokken gemeenten en steden. Concreet zijn dat de gemeente Mol en de steden Geel en Herentals en het maatwerkbedrijf De Sprong VZW. Afdeling fietsenatelier met het doel de huidige fietsenwerking verder te zetten en deze fietspuntwerking meer economische zelfredzamer uit te bouwen. De goedkeuring hiervan aan de gemeenteraad wordt gevraagd. Iedereen akkoord daarmee? Ja, dank u.
Dan puntje 9 is het aanleggen van een oversteekplaats voor voetgangers en invoeren van een snelheidsbeperking 50 km per uur in de Sint-Josefslaan. De goedkeuring hiervoor wordt gevraagd. Iedereen daarmee? Ja, Koen. Ja, wij gaan er zeker mee akkoord. Nu, dat is een punt dat ik op 20 oktober 2014 al gevraagd had om de snelheid daar te beperken tot 50 km per uur. Toen is men er niet op ingegaan. Maar eigenlijk hadden we toen gevraagd om die snelheid te beperken vanaf het centrum tot aan de rotonde. En dus niet alleen aan de kerk. Dus misschien dat daar ook aan over nagedacht worden. Je zit daar met een uitrit van een Alma. Je hebt daar een dierenartsenpraktijk en een artsenpraktijk die daar ook op uitkomt. Dus ik vraag me af, zou het niet interessant zijn vanaf het centrum gewoon die 50 door te trekken tot aan de rotonde van Nierstaar? Schepen van Hoofd. Ja, ik vond het nodig om de zone 50 daar uit te breiden. Zeker omdat daar dat ons dat de mogelijkheid geeft om een oversteekplaats te creëren. Die toch wel op een plaats waar er heel veel wordt overgestoken. Dus ik heb het dan over de Giro, ik heb het dan over de kerk, ik heb het over de kinderopvang. Om het verder doortrekken naar gans de rotonde, dat lijkt me... Dat lijkt me wel ver. Ik denk niet dat dat eigenlijk nog kan beschouwd worden als zijnde een soort van bebouwde kom. Dus ik denk niet dat dat zin heeft om nog verder door te trekken. Waar hebben we nu de grens bepaald? Eigenlijk waar hij vroeger ook al lag. Dus komende van de rotonde vlak voor de kerk, daar lag vroeger ook de grens tussen 70 en 50. En we leggen hem daar opnieuw nu terug. Wilt dat dan zeggen dat, laten we zeggen, waar dat nu... De artsenpraktijk, de dierenartsenpraktijk, is dat het er ook 50 is en dat het tot voorbij de kerk 50 blijft. Want als ik het begreep, ik had de indruk dat het dus van voor de artsenpraktijk 50 is, vanaf daar 70 en dan voor de kerk terug 50. Zo begrijp ik het. Als dat doorloopt tot voorbij de kerk, oké, dan kan ik dat wel begrijpen. Komende van Molcentrum, zal ik maar zeggen, ja. Loopt het tot voorbij de kerk, ja. Ah ja, oké. Okay. Ja. Ja. Voilà. Goed, iedereen daarmee akkoord dan? Ja, dank u. Dan puntje 10 is het invoeren van een kies- en rijdzone aan een school in Millegem in de Sijsjestraat. Hiervoor werd een positief of gunstig advies afgeleverd door de sectie mobiliteit. Ook wordt de goedkeuring aan deze raad gevraagd. Iedereen daarmee akkoord? Ja, Mark. Ja, uiteraard kunnen we dat alleen maar goedkeuren en... Maar toch enkele bedenkingen bij. Ik doe dus elke morgen iemand daar naar de school. Ik heb daar nog nooit een wijkagent gezien en hoor dus van Ginterbuiten dat perfect werkt met die wijkagent. En wat zien we daar aan de school in de Sijsjestraat? Men parkeert daar gewoon dubbel. Men staat op straat. De directeur moet daar elke morgen, zet die man kegels op de stoepen om te zorgen dat de mensen daar niet gaan parkeren. Dan heb ik hier gevraagd aan Hans, omdat toen de vuilniswagen van de gemeente daar telkens passeerde tijdens dus de uren dat de kinderen eraan komen. Dat is even beter geweest, maar nu zien we dat hij daar toch terug zo rond 8:30 passeert. Ook aan de andere school in de Sint-Odradestraat zien we nu elke morgen 3 dienstwagens, de turnzaal zijn ze inderdaad aan het werken, 3 dienstwagens van de gemeente daar passeren. Dus, en dan staat die parking al vol met mensen die hun kinderen afzetten en moeten de dienstwagens op de straat parkeren. En dat geeft nogmaals een gevaarlijke situatie daar. Misschien toch wel eens vragen dat dus de dienstwagens kwartierlijke of timmetjes later kunnen komen, zodat de kinderen binnen zijn in de school. Schepen van Hoof of Schepen Schoofs? Ja, de melding die u maakt over IOK... Nee, het zijn dus gemeenten, hè? Ah, de vuilniswagen van de gemeente. Wij gaan dat opvolgen, dat is gemeld geweest. Ja, maar het is even beter geweest, maar nu ondertussen zie ik hem daar soms nog s'morgens doorkomen in de Sint-Odradestraat. Nu, wat de voertuigen van de uitvoeringsdienst betreft, kunnen we er een aandachtspunt van maken. Ik wil dat zeker opvolgen, Merk. Ja, ik heb al verschillende malen overleg gehad met een directeur, dus ik weet dat hij daar veel belang aan hecht en dat hij daar permanent mee bezig is. En ik denk ook, de veiligheid aan een schoolpoort, dat iets is waar dat je permanent mee moet bezig zijn. Dus
Ik denk dat dat voor een stuk wel gaat blijven, dus dat noodzakelijk is om daar de aandacht op te vestigen. Maar ik laat me toch ook vertellen dus dat er de voorbije maanden toch wel stappen vooruit zijn gezet. En ik heb met hem afgesproken sowieso, dus dat we de komende weken nog eens gaan samenzitten om de toestand te evalueren. Goed, Mark. Iedereen dus akkoord met de invoering van die kiss and ride? Ja, dank u. Dan puntje 11, dat betreft een overheidsopdracht voor het herstellen van natuursteen in de Corbystraat, Lakenmakenstraat, een doortocht van Mol Centrum. Men vraagt ons de lastvoorwaarden en een gunningswijze. Het betreft hier een open aanbesteding en de raming hiervan wordt op €280.307,32 btw inclusief geraamd. De goedkeuring van de lastvoorwaarden en de gunningswijze wordt aan de raad gevraagd. Jan. Ja, ik heb er een paar vraagjes rond. Ik heb daar dossier een keer gelezen gehad en ik zie dat dat boetes zijn voor van alles en nog wat, maar niet voor te laat beginnen, over de termijn gaan, daar worden geen boetes voor voorzien. En dan, er moet een brief in de briefbus gestoken worden bij de mensen in de straat waar dat er gewerkt wordt. Er staat opgelijst wat er allemaal in je brief moet staan, maar er staat niet in, moet je een dag voordien, twee dagen voordien, een week voordien, dat die mensen maatregelen kunnen nemen, omdat ze niet onder huis kunnen. Dan, ik ben eens langs die punten allemaal gereden, want ik dacht eerst dat dat enkel daar aan het rond was, dat dat gemaakt werd. Maar er zijn, al die kruispunten worden opnieuw gemaakt. Was er geen garantie bij vorige keer? Ik weet niet hoe lang dat ze garantie geven op die doortocht. En dan de markt, zowel dinsdag als zondagmarkt, die zit in dat stuk. Wordt er aan die aannemer gevraagd om zoveel mogelijk daar rekening mee te houden. Bijvoorbeeld de dinsdagmarkt, die zal dan niet kunnen doorgaan als ze in de Corbystraat en in de Lakenmakerstraat werken. Maar ik veronderstel dat de zondagmarkt, als de Lakenmakerstraat afgesloten is, dat die particulieren dan verder in de Corbystraat kunnen staan. Ik weet niet. Schepenschoof. Ja Jan, een heleboel vragen. Ik ga proberen van die zo compleet als mogelijk te beantwoorden. Ik stel voor, als ik iets vergeet, dat je mij dat meldt. Maar alleszins wat de timing van de werken betreft, dus u maakt melding van kijk, moeten we niet rekening houden met markt en dergelijke meer. Daar is in het bestek wel degelijk rekening mee gehouden. Er is een plan opgenomen in het bestek. U had dat ook kunnen lezen wellicht, waarin dus fase A, B, C en D dus duidelijk afgesproken is waarbij fase A en B niet gelijktijdig mogen uitgevoerd worden en dat die dus aaneensluitend moeten uitgevoerd worden. En fase A en B mogen ook niet samen met fase D uitgevoerd worden. Dus daar zit wel degelijk een logica achter. Dat heeft te maken met een aantal omleidingsroutes, dat heeft te maken met een aantal activiteiten die in het centrum doorgaan. Dan wat uw vraagstelling betreft van de garantie. In principe zijn er 10-jarige garanties. Nu, deze werken zijn niet allemaal tegelijkertijd uitgevoerd. Daar zijn werken uitgevoerd, laat ons zeggen, in de periode 2001, 2002 tot 2006... Dus een aantal van die werken zouden in principe nog in een garantieperiode kunnen bevinden van 10 jaar. Waren het niet dat alles conform het bestek is uitgevoerd. Hè? Het is eigenlijk een, kunt je dat een besteksfout noemen? Alleszins is er in die tijd een nieuwe methode uitgevoerd waarbij stoepen werden doorgetrokken. Hè? We waren daar een van de pilootgemeente, waarbij dus de aanzetten van de straten, van de zijstraten, niet in een aangepaste verharding zijn gelegd. Die zijn gelegd in een verharding die eigenlijk voor de stoepen bedoeld was. En het is precies op die plaatsen dat je heel veel wrikbewegingen krijgt van het overrijdend verkeer, vooral zwaar verkeer. We kunnen dat niet uitsluiten dat er ook zwaar verkeer op zit, alhoewel dat een dorpskern is. Maar alleen al het transport van en naar de markt, daar zijn ook redelijke zware vrachtwagens al bij. Dus ja, dat is conceptueel een fout wellicht.
Maar niemand was op dat moment eigenlijk met die expertise al bezig. Dat is ook de reden waarom dat wij extern nu advies gevraagd hebben aan het expertisecentrum voor de wegenbouw. Omdat we voor deze kleinschalige natuursteenverharding toch wel een andere opbouw moeten hebben op die plaatsen waar die onderhevig zijn aan zware druk van voertuigen. Dus ze hebben speciaal voor ons een advies geschreven waarin dat ze zeggen, kijk, de opbouw die oorspronkelijk voorzien is voor die verharding is goed voor stoepen, is goed voor een plein waar dat je maar eens eenmalige druk op hebt van zwaardere voertuigen, maar vooral in bochten, in aanzetten van zijstraten is nu een ander bestek opgemaakt om dat in de toekomst te voorkomen. Nu, natuurlijk, we zitten ook, en dat moeten we ook eerlijk durven zeggen, we zitten ondertussen al met een redelijke periode. Hè. Je stelt ook vast dat de asfalt die in die periode gelegd is, in de Corbystraat bijvoorbeeld, dat die ook aan een eerste onderhoudsbeurt toe is. Hè. We moeten daar dus ook durven zeggen, hadden we daar iets anders gelegd, hadden we wellicht ook nu aan het eerste grondige onderhoud geweest. Dus, goh, is dat dan zeker geen fout van de aannemer, denk ik. Hij heeft conform het bestek uitgevoerd. Wij hebben opgeleverd. Is dat een verborgen gebrek? Ik denk het niet. Dat zou ons juridisch heel ver leiden, mochten we daar nog verder over gaan discussiëren. Goed, dat zijn twee van uw vragen, dacht ik. Dan had u ook gevraagd, hoe zit het met de brief. Termijn van uitvoering? Nu, die zijn wettelijk bepaald in de type bestekken ook. Die zijn ook bepaald in het bestek nu. In principe krijgt een aannemer een aanvangsbevel. Wordt dat in samenspraak gedaan. Er zijn wettelijke termijnen waarbinnen het aanvangsbevel moet gegeven worden. En dat de aanvang moet gebeuren door de aannemer. Kan de aannemer dat niet, dan wordt dat meestal in overleg vastgelegd. Hè? En dat is ook, we moeten daar ook een stukje menselijkheid hanteren. Hè, Jan, als je morgen vraagt aan alle aannemers van start nu, op het moment dat wij het wensen, ja, dan hebben zij inderdaad dikwijls overlapping met andere werven. En dikwijls zijn je beter mee gebaat om in samenspraak met een aannemer te zoeken naar een datum waarop hij vlot kan doorwerken en maximaal zijn personeel kan inzetten. Ik denk dat werf beheren en toezien als bouwheer ook een stukje samen op weg gaan is met. Dus eigenlijk, de zin hier, de aanvangsdatum wordt vastgelegd op 3 april. Dat moet eigenlijk deze vanaf 3 april. Ja, goed, maar het staat nu in het bestek opgenomen. In deze staat hem letterlijk, ja. Maar meestal staat dat niet nominatief. Maar als een aannemer dit leest, moet hij zich daar normaal gezien aan houden. Maar wij zijn altijd open voor een gesprek. Maar als het echt niet anders gaat, in deze werken is het natuurlijk belangrijk, want we zitten pal in ons centrum. Dus we zitten met markten, we zitten met de jaarmarkt. En dit is de reden waarom dat het na 3 april moet. Dan die vraag nog over die brief. Hoeveel dagen van tevoren moet je ongeveer? Allee, ik denk dat we daar moeten proberen ook een beetje de redelijkheid te hanteren voorafgaand aan de werken. Hè. Dat is evident. Hè. De mensen moeten nog de kans krijgen om hun brief te lezen. Want ik zal straks vertellen hoe dat bij ons in straat gegaan is. Ja, daar gaan we straks over praten. Inderdaad. Ja. Ik denk dat we dat best niet in dit gesprek doen. Want, heb jij een idee hoe vaak de markt niet kan doorgaan? Uit mijn hoofd, daar zit nog een uitharingstermijn in, het aantal werkdagen, dan moet ik eens nakijken in bestek, maar ik zal u dat laten weten, ja. Oké, goed? Dank u wel. Jan, we gaan daar zeker in de marktcommissie nog over spreken, want uiteraard ben ik heel erg bezorgd over de markten. Ja, vooral omdat het dus voorjaar is en ik begrijp ook wel dat dat een belangrijke periode is voor marktkramers. Dus ik heb al met Machteld Bolle samengezeten daarover, om daar toch wel absolute aandacht voor te vragen. En zij is ook heel erg betrokken bij de sectie lokale economie, dus zij begrijpt dat ook wel. En we zijn nu verschillende mogelijkheden aan het bekijken, die dan uiteraard met de marktcommissie ook nog zullen afgetoetst worden om te zien of het allemaal zo goed mogelijk. Maar we zijn heel waakzaam wat dat betreft. Oké, dank u wel. Goed. Kunnen wij dan die lastvoorwaarden en die gunningswijze goedkeuren? Iedereen akkoord? Ja.
Dan puntje 12 handelt over de verkaveling Moerhoek. Door een bewoner van de Moerhoek werd aan de provincie-gouverneur de schorsing gevraagd van het gemeenteraadsbesluit van 22 februari 2016. De provincie-gouverneur besloot op 9 mei 2016 het besluit in kwestie niet te schorsen. De volledige motivering weerlegging van de klacht door de provincie-gouverneur is hieronder opgenomen in inspraak en advies. Er werd echter niet voldaan aan de in de overeenkomst opgenomen bepaling dat uiterlijk op 29 februari 2016 een verkavelingsvergunning aangevraagd diende te worden. Bij gevolg wordt aan de gemeenteraad een nieuwe overeenkomst ter goedkeuring voorgelegd. De nieuwe overeenkomst is gelijkaardig aan die van de inzitting van 22 februari 2016 goedgekeurde overeenkomst met volgende wijziging. De uiterste datum voor aanvragen van een verkavelingsvergunning is bepaald op 1 januari 2017 en er is een bijzondere voorwaarde opgenomen in verband met de vestiging van een erfdienbaarheid om toe te laten dat de huidige keerlos gebruikt kan worden tot een nieuwe keerlos in gebruik kan genomen worden. De goedkeuring hiervan wordt aan de raad gevraagd. Iedereen akkoord? Koen. Wij gaan uiteraard tegenstemmen. Ik denk dat we de laatste maand en de laatste keer dat het altijd op de gemeenteraad geweest is, voldoende ons bezwaren daartegen hebben duidelijk gemaakt. En we blijven bij die bezwaren, want het is hetzelfde dat nu voor ligt uiteindelijk. Dus wij stemmen tegen. Koen? Wij onthouden ons met N-VA omwille van twee redenen. Ten eerste de manier waarop dat het dossier behandeld is. En ten tweede ook het voorstel van verkabeling dat nu voor ligt, wat officieel natuurlijk nog niet gekend is, zal de leefbaarheid van de wijk niet ten goede komen. Dus wij vinden dat bijvoorbeeld er een eenrichtingsverkeer zou moeten komen vanuit de Heistraat door de Moerhoek naar de Zwarte Schuurstraat en dat het niet interessant is van de keerlos gewoon daar achteraan in de wijk te leggen en dat iedereen in en uit de wijk moet via een hele smalle weg. Dat zijn de twee redenen waarom dat wij ons onthouden. Goed, nog opmerkingen? Dan vraag ik de stemming hiervoor. Burgemeester. Ja. 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 Puntje 13, dat is een gratis grondafstand in uitvoering van de voorwaarden bepaald in de verkavelingsvergunning van 2014 met betrekking tot de Gompelbaan. Het betreft een oppervlakte van 1 are en 20 centiare. Dat naar de gemeente zou moeten komen, de goedkeuring van deze gratis grondafstand opgenomen in de ontwerpakte gratis grondafstand opgesteld door notaris Michel Lesselings uit Balen wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Ja. Dan puntje 14 is een gelijkaardige punt. Dat is een gratis grondafstand in uitvoering ook van de voorwaarden bepaald in de stedenbouwkundige vergunning van 2014 met betrekking tot de Sint-Willebrordusstraat. Het gaat hier over een stukje grond met een oppervlakte van 1 aar 24 centiaar. Ook hiervoor wordt de goedkeuring gevraagd. Iedereen akkoord? Ja, dank je. Dan puntje 15, dat is een grondafstand in uitvoering van het rooilijnplan in de Smalle Straat bij koninklijk besluit van 17 mei 1972. Het betreft twee percelen gelegen in de Smalle Straat en dat zijn een oppervlakte van 30 centiare en 34 centiare. Iedereen akkoord hiermee? Ja, dank u. Dan puntje 16 is de realisatie van een rooilijn en wegaanleg in de Nachtegalenstraat, Hoekstraat. Het verkavelingsdossier dient te worden aangevuld met een effectief gemeenteraadsbesluit waarin wordt aangegeven welke strook grond bij het gemeentelijk openbaar domein wordt gevoegd voor de aanleg van de weg en het realiseren van de rooilijn. Conform het voorgestelde opmetingsplan van Lodewijk Michel dient daartoe een grondoppervlakte van 3 are en 30 centiare te worden afgestaan. Dit gebeurt gratis in het voordeel van het gemeentebestuur en de goedkeuring hiervoor wordt gevraagd. Ja, Koen. We gaan ons ook hier onthouden om de reden dat er nogal wat bezwaren zijn binnengekomen tegen die verkaveling en waar volgens ons een weinig afdoend antwoord opgekomen is.
Geven van Rompuy? Nee? Koen, het schepencollege heeft de zaak het advies van onze diensten gevolgd. U kan het daarmee eens zijn, u kan het daar niet mee eens zijn. In ieder geval neem ik aan dat u ook de volledige beslissing hebt gelezen van het college, waarin, zoals dat altijd het geval is, als er enige discussie is over burgerrechtelijke aspecten die naar boven komen bij een stedenbouwkundige aanvraag, dan zetten wij heel duidelijk in elke beslissing dat we daar geen uitspraak over doen. We kunnen dat ook niet. Dat is niet de taak van een schepencollege, dat is niet de taak van de gemeenteraad, dat is een taak van een rechtbank. En dat wij altijd in onze beslissing, u vindt dat terug in artikel 2, kan lezen dat dit uitsluitend een uitspraak is over de stedenbouwkundige aspecten, niet meer, niet minder dan dat. Die personen die daar problemen mee hebben en zeggen dat er burgerrechtelijk de situatie anders is, die weten wat ze moeten doen, denk ik. Het is net daarom dat wij dus tegenstemmen, omdat er een aantal van de vragen die gesteld geweest zijn en de bezwaren, dat daar geen antwoord op gekomen is. Ja, we kunnen dat niet geven, Koen. We zijn geen rechtbank, hè? Maar er zijn toch bezwaren waar de gemeente wel over beslist, hè, neem ik aan. Ik heb het niet alleen over hetgeen dat jij zegt van burgerrechtelijke zaken. Ik heb het over andere bezwaren ook, hè. Ja, dus klopt. Er waren nog andere bezwaren die niet aanvaard zijn. Ja, dan is het ons goed recht als ja, we absoluut. Politieke partijen en de oppositie om daar niet mee akkoord te gaan. Hè. Absoluut. Voor de rest, iedereen akkoord hiermee? Ja, dan noteer ik dus nee voor tegen of onthouding, Koen. Onthouding, oké. Dank u. Puntje 17 dan. Dat betreft de politieverordening van 30 juli en 4 augustus 2016 met betrekking tot een zwem- en recreatieverbod en opheffing van het zwem- en recreatieverbod Oostappenvakantiepark Zilverstrand. Men vraagt de bekrachtiging hiervoor. Die burgemeestersbesluiten van 30 juli en 4 augustus vraagt men te bekrachtigen. Iedereen akkoord? Koen. Ja, wij gaan het zeker akkoord. Nu is er vanuit de gemeente ooit advies gegeven om daar eventueel preventief te werken naar het voorkomen van die blauwe algen. Of ik weet niet, dat is misschien toch een taak van de gemeente. Of is de bedoeling dat die privé-eigenaar dat zelf organiseert? Burgemeester Rotier. Koen, ik zie echt niet in waar dat de taak van de gemeente is. Eigenlijk vind ik een beetje heel systeem de volle viel vanuit Vlaanderen. Ik neem een besluit, ik trek dat in, ik neem een nieuw besluit, trek dat weer in, ik neem weer een besluit. Dat moet naar de gemeenteraad, dat moet bekrachtigd worden. Dat zijn mensen vanuit het agentschap Gezondheid Vlaanderen. Dat zijn mensen die de vaststellingen doen, die de analyse doen via de Vlaams Milieumaatschappij, die mij dan ingewikkelde mails sturen met woorden die ik me nou niet kan uitspreken. Jij gaat dat beter kennen dan ik. Ik vind het hele systeem eigenlijk vrij inefficiënt. Als je dat vergelijkt met stedenbouwkundige aangelegenheden of milieurechtelijke, dan zijn het die ambtenaren die vaststellingen doen, die ook PV's kunnen maken, bestuurlijke maatregelen kunnen nemen. Ik denk dat het heel wat efficiënter moest zijn als die mensen die daar die vaststellingen doen, dat die dat ook zouden uitvaardigen, dat besluit. Ik neem daar eigenlijk letterlijk over wat die mij schrijven. Het is eigenlijk een beetje postbode spelen. Het is nutteloos werk. Het is tijdverlies. Dat zou veel efficiënter zijn. Hoe we dat moeten oplossen, dat weet ik niet. We hebben die vraag ook gesteld aan de Vlaams Milieumaatschappij, die weten dat ook niet. Men gist daar naar redenen, maar daar kun je niet veel aan doen. In de eerste groep, waar het ging over die enterokokken, daar vermoedde men dat dat te maken had met de zeer zware regenval in juni, dat er heel wat beken zijn overstroomd, dat er overstort in werking zijn getreden, dus men vermoedt. Want het is niet alleen hier geweest, je weet ook de Schansput is een verbod uitgevaardigd vanuit Texel, Campinastrand is er door getroffen. Men heeft dat al aangekondigd en ook aangegeven dat het in Vlaanderen op veel plaatsen zou zijn. En daar vermoedt men van dat dat te maken heeft met dus de zeer grote regenval die heel wat beken heeft laten overlopen met alle mogelijke besmetting tot gevolg. Die blauwalg, ja, dat is een ander paar mouwen. Ook daar geeft men niet de reden. Men zegt, ja, stilstaand water. Klimatologisch, als het wind stil is.
Wat men al aangaf is dat eens men daar mee geconfronteerd is, en dat is voor het Zilverstrand het geval, dat dat risico is om regelmatig terug te komen. Maar we hebben ook, we begrijpen ook een exploitant, ook samen met hem de vraag stelt, wat kan men daar aan doen? En dan geeft men eigenlijk, men zegt nee, dat weten we zelf niet. Dus, ja, oké. Okay. Nu over die administratie treden we volledig bij. Dat dat allee, eigenlijk, dat... Maar het ging eigenlijk meer over de inhoud of dat er preventief iets kan gedaan worden. We hebben er ook uit geïnformeerd, maar men durft echt niet zeggen, dat is de reden. Voor het eerste, wel de eerste periode, wijdt men het aan de zware regenval, allee, niet de regenval, maar de bijhorende overstromingen waar rivieren zijn vervuild en ook daar komt natuurlijk water vanuit het gekende bekkenstelsel. Hè. Maar zekerheid is dat niet. Ik vertel nu maar verder wat men mij verteld heeft. Goed, mogen wij die burgemeestersbesluiten van 30 en juli en 4 augustus goedkeuren of bekrachtigen? Iedereen akkoord? Een gelijkaardig punt is puntje 18 en dat gaat over de verordeningen van 22 augustus en 8 september. Mogen wij die ook bekrachtigen met de raad? Iedereen? Ja, Jan. Ja, daar heb ik eens een klein vraagje over. Er staat op een verdachte drijflaag. Als die van volksgezondheid het weer wat in doog houdt en je weet als de wind uit het oosten komt, drijft alles in de zwemzone en als het uit het westen komt, drijft dat eruit, dan kan die zijn eigen daarop bepalen van, ik zal nu nog eens een dag gaan zien, want waarschijnlijk ligt heel die laag daar. Burgemeester? Want als de zaterdags de wind draait, is die laag naar de andere kant. Hè? Ja, maar... Jan, ik ben er geen technieker in. Nu, de laag als dusdanig... Allee, de mensen van de Vlaams Milieumaatschappij doen visueel een controle. En zij gaan niet bepalen wat daar is. Die nemen dan een staal, dat wordt naar een labo gestuurd. Maar vanaf het ogenblik dat men dat ziet, gaat men dus die stalen laten analyseren. En dan komt er meestal uit dat er bepaalde normen, ze staan hier vermeld, overschreden zijn. Maar preventief zegt men al, vaardig maar een verbod uit. Nu, blijkbaar, ik zeg het nog eens, ik tracht maar weer te geven wat men mij uitlegt. Kan dat, als die bacteriën afsterven, kan dat ook bezinken. En dat kan dat eigenlijk terugproblemen geven. En dat is een beetje het rare, wanneer ik, ik ben de tel zelf al kwijtgeraakt, wanneer ik het voor de vierde maatregel heb opgegeven, dan liet... de administratie, volksgezondheid, de zorg en gezondheid mij weten van ja, het is beter, maar dat kan bezonken zijn. We stellen vast dat dat zo ook wel is en dat zou wel eens zijn parten kunnen gaan spelen. Dus je moet, of je moogt een besluit nemen dat het mag opgegeven worden, maar preventief moet je daar een tekst hangen en die tekst was ongeveer zo lang, van wat je er allemaal kon van krijgen en dat dat toch misschien toch wel gevaarlijk was. Ze zullen dat goed ingeschat hebben, want een paar dagen later heb ik terug een ander verbod moeten uitvaardigen. Maar allee, het begint, en voor mij, maar dat is niet het belangrijkste, maar voor die bezoekers en voor die exploitant begint dat hallucinante vormen aan te nemen. Mijn vermoeden al dat er een probleem was. Dus de laag is één, dat is indicatief, maar daar is het niet mee gedaan. Maar ik wil er dat wel even bij zeggen, wat heel belangrijk is dat eigenlijk het agentschap dus permanent controles doet. Hè. Dus om de... Wij krijgen zeer regelmatig van alle zwemwaters, Zilvermeer, de kanaalplas en dergelijke meer. Die analyses komen altijd binnen en normaliter is dat altijd van zeer goede kwaliteit. Dus die komen periodiek binnen, maar nu is het wat warmer weer. Goed, kunnen wij die gemeenteraadsbesluiten van 22, of burgemeesterbesluiten van 22 augustus en 8 september bekrachtigen? Iedereen akkoord? Ja. Dank u. En puntje 19, dat is bij aangetekend schrijven van 30 juni 2016, vragen Eandus Assets en IVK om de agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van 3 oktober goed te willen keuren. Ter duiding van deze buitengewone zitting is er een toelichtingsvergadering geweest waar al deze raadsleden aanwezig hier in dit halfrond of in deze zaal uitgenodigd waren in Casterlee, meer bepaald met betrekking tot het punt project Volta.
Iedereen had daar dus aanwezig kunnen zijn en de goedkeuring van de agenda die daar dus toegelicht is en de vaststelling van een mandaat van de vertegenwoordiger wordt hier gevraagd. Is iedereen daarmee akkoord? Koen. Ja, voorzitter, op de agenda staat ook de verkoop van Eandis voor 14% aan een Chinees staatsbedrijf. De laatste dagen zijn er nogal wat zinnige argumenten op de prop gekomen volgens ons in de kranten van wetenschappers, van professoren, van experts op het gebied van verkoop. Een van die argumenten was dat de gemeenteraden en vooral ook de burgers te weinig zijn ingelicht over heel dit verkoopproject. Een ander bezwaar van de professor was onder andere ook de vraag of het moet verkocht worden aan een Chinees bedrijf. De China die zelf heel beschermend zijn wat betreft hun belangrijke sectoren en geen buitenlandse investeerders toelaten. Het bedrijf blijkt ook niet onbesproken te zijn. De macht die het Chinese bedrijf gaat krijgen in ruil voor die 14% zou buiten proportie groot zijn. Er wordt ook een winst van 5% of rendement van 5% gegarandeerd. En dan het belangrijkste argument volgens ons is waarom dat in de plaats van China te laten participeren, waarom dat de bevolking zelf dat niet kan. Er staat 250 miljard spaargeld van de burger op de banken geparkeerd. Dan moet het toch ook mogelijk zijn om die 830 miljoen bij elkaar te krijgen in de vorm van een investeringsmaatschappij of een coöperatieve. En zo blijft ook Eandis in België samen. Schepen Schoos, Schepen van Rompuy. Ik zal misschien een paar bedenkingen maken, Koen. Ik denk dat we niet gaan ontkennen, als u zegt dat is een complex dossier, dan kunnen we dat alleen maar onderschrijven. En dat is ook de reden waarom we met verschillende mensen uit deze gemeenteraad, samen met onze financiële beheerder, naar die informatievergadering zijn geweest. Ik bekijk het vanuit puur het financiële oogpunt. Ik denk dat andere collega's vanuit de andere aspecten kunnen aanvullen. Maar we hebben op die informatievergadering een zeer goede toelichting gehad, die ook een duidelijke nuancering maakt van alles wat we de voorbije dagen erover ook in de pers hebben gelezen. En was de realiteit, je kunt dat goed vinden of je kunt dat niet goed vinden, dat is dat blijkbaar Eandis om zijn projecten in de toekomst mogelijk te maken bijkomende financiering nodig heeft. En die ligt natuurlijk niet voor het rapen op straat. Eén hebben de gemeentebesturen zelf, zijn de bevoorrechte aandeelhouder, te kennen gegeven dat zij ervoor niet de middelen ter beschikking hebben. Ja, dan moet je op zoek gaan naar andere financieringsbronnen. En er is een zeer lang proces aan vooraf gegaan op de internationale markt. Want men komt nu uit bij een Chinees bedrijf, maar men heeft vooraf niet gezegd ja, dat moet een Chinees bedrijf zijn. Men heeft gewoon de markt bevraagd en middelen gaan zoeken. En na een loodzware procedure die door zeer gespecialiseerde advocaten en andere kantoren is begeleid, is dit het voorstel dat vandaag op tafel ligt. Is er een alternatief? Blijkbaar niet, om dergelijke financiële bronnen van meer dan 800 miljoen aan te boren. Dus ik denk, als Eandis daar zijn toekomstprojecten wil realiseren, dat dit een kans is die we met twee armen moeten aangrijpen. Ik ontken formeel hetgeen wat u zegt over die zeggenschap. De meerderheid van de aandeelhoudersrechten blijft ten allen tijde bij de gemeentebesturen voor 80% plus één aandeel. Dus voor alle belangrijke beslissingen zijn het de gemeentebesturen die zullen beslissen en is het niet die Chinese partner die beslist. En een laatste opmerking die ik wil maken of bedenking. Ik volg uw verhaal dat misschien op termijn eens moet onderzocht worden of dat Vlaams of Belgisch spaargeld op termijn niet in een dergelijk verhaal kan gestoken worden. Maar vandaag kan dat juridisch niet. Dat is ook formeel gezegd op die informatievergadering. De wetgeving nu laat niet toe dat burgers in een dergelijk project kunnen participeren. Maar we zijn hier met verschillende partijen aan tafel. Laat ons dat allemaal samen op de politieke agenda plaatsen om misschien in de toekomst bij een volgende kapitaalronde dat wel mogelijk te maken. Maar vandaag is dat gewoon niet aan de orde en kan dat juridisch niet, omdat dat niet voorzien is in de wetgeving. Dat zijn zo een aantal eerste bedenkingen. Ik neem aan dat misschien mijn collega's nog willen aanvullen. Burgemeester, Schepen Schoofs. Ja, ik denk dat Peter dat al goed geschetst heeft. Koen, ik denk ook dat we lezen in de kranten,
Wat ik daar lees in de krant, dat is een stelling en een tegenstelling en een argument en een tegenargument. Ik denk dat ik me niet laat leiden door artikels in kranten. Dat is een verhaal van believers en non-believers. Ik denk dat het heel belangrijk is dat de mensen van de Jandis tijd nog moeite hebben gespaard om daar ten eerste een goede duiding te geven en ook aan te geven hoe men tot dat besluit komt. En ik neem aan dat dat een heel belangrijke beslissing is. En ik ben zeker niet een expert om over een internationale energiesector zinnige dingen te zeggen. Maar wat ik wel onthoud in uw uiteenzetting, dat is ja, dat men toch in bepaalde reacties de dingen op zijn kop zet. En Peter heeft dat eigenlijk al aangehaald. Wat is het verhaal? Dat is dat wij allemaal zeggen dat wat onze distributienetbeheerder, dat we voor zeer belangrijke perioden staan, ontwikkeling van slimme netten, ontwikkeling van slimme meters, dat weten we allemaal, dat juichen we allemaal toe. En we weten ook allemaal dat dat heel veel geld kost. En dat de financiële structuur van de Jandis op dit moment daar niet aan voldoet. Dat is één. Die vaststelling doet men intern, maar doet ook de vreg. De regulator zegt van kijk, je moet aan uw kapitaalstructuur tussen vreemd en eigen vermogen iets doen. Dat is niet onbelangrijk. En men is erop gaan werken. En dan zeggen, ja, hoe komt men daartoe? En daar zijn professoren die zeggen, wel, ik stel alleen maar vast dat in de begeleiding van dit dossier, waar ik mij inhoudelijk niet zal over uitspreken, dat men zich daar laten begeleiden heeft door toch niet de minste internationale bedrijven, juridisch, regulatoire, financieel, KPMG, fiscale aangelegenheden. Dus zeggen, men heeft daar maar wat gedaan, ja, dat is de waarheid toch wel wat gewild aan doen. Men heeft zich in dat dossier goed laten begeleiden en dat zal ook wel nodig zijn gezien de complexiteit. Ja, Chinezen, zij de volgende Chinees of tegen de Chinees, daar spreek ik me ook niet over uit. Maar de realiteit is ook dat men er ook geen karikatuur moet van maken. Hè? Want wat heeft men gedaan? Men heeft gedaan wat men moest doen en dat is gaan kijken. Wie kan een dergelijke belangrijke input doen? Men is naar 70 potentiële kandidaten gegaan. Dat is de realiteit. Men is wereldwijd gaan kijken wie doet er mee. En uiteindelijk heeft men aan de hand van een streng criterium gegeven, heeft men gezegd van kijk, wie houden wij over? En dan uiteindelijk zijn er vijf biedingen overgehouden, waarvan er één niet geselecteerd is en één zich vrijwillig terugtrok. En wat heeft men ook gedaan? En dat is wel belangrijk om dat te zeggen. Men heeft gezegd van kijk, die 14%, dat heeft een waarde. En dat is het boekhoudkundig gegeven van de Jandis. Daar stond een bedrag. Men weet wat daar het minimale bod moest van zijn. En wat is daar gebeurd? Dat die drie bieders daar eigenlijk alle drie boven zitten, maar de hoogste bieding veruit daar boven. Wat is daar de reden van? Die vraag is ook terechtgesteld. Hoe komt dat die zoveel meer geven? Dat zal zijn reden hebben, dat heeft men daar geduid. Maar ik denk dat men alles in de juiste context en vooral in de juiste volgorde moet zetten. Ik lees ook dat verhaal over die bestuurders. Zij krijgen veel voor 14%. Ik tracht me echt objectief en aan de hand van cijfers te doen. En jij zegt, ze krijgen veel te veel bestuurders in functie van die 14%. Zij krijgen in Jandis Assets, en als ik die kranten lees, dan gaat men daar nog wel eens kort door de bocht. En dat heb ik eigenlijk de laatste dagen met kranten nog wel eens geleerd, dat men er soms geweldig kort door gaat. Dan gaat het over 3 extra bestuurders ten aanzien van 48. 3 op 5, en als je dat in procenten uitdrukt, dan is dat voor 14% aandelen dat je 5,88% krijgt in het bestuur. Dus zeggen, zij krijgen heel veel in bestuur. Als je het puur wiskundig bekijkt, is dat absoluut niet het geval. Ik geef die dingen maar meer om aan te geven dat men toch, en ik respecteer ieder zijn meningen, maar dat men in het ontwikkelen van ideeën en van meningen, dat men naar mijn bescheiden meningen soms nog wel eens het ganse verhaal wat door flessen heeft getrokken. Maar als je mij zegt van, zijt gij te raken, verre van. Het is een heel complex dossier, maar het vertrekt van een noodwendigheid. En ik denk, ja, de tegenzetting die we daar gekregen hebben, was complex, was wel verhelderend, denk ik dat een aantal zaken heeft geduid.
En we zullen allemaal de toekomst wat moeten bekijken met, ja, misschien met argusogen. Ook de vraag die jij daar gesteld hebt, ja, wat met mogelijke coöperatieve gedachten, dat is daar niet uit de weg gegaan, die vraag is er ook gesteld, maar decretaal kan dat op dit moment niet. En zou dat beter zijn, zoals jij dat zegt, dat zou veel beter zijn, ik onderschrijf dat, maar juridisch kan dat nu niet. Dat is de realiteit. Complex dossier, ja, misschien een dossier dat wat te ingewikkeld is voor gemeentes, maar we zijn nu eenmaal partner. En wat voor mij wel belangrijk is, dat is dat onze financiële beheerder daar ook aanwezig was. We hebben haar gevraagd op het college en zij heeft gezegd van kijk, ik vind dat dit een positief en gestructureerd verhaal is. Ik denk dat geen onbelangrijke bron is waar we rekening moeten of mogen mee houden. Maar ook, denk ik dat we wel voldoende vertrouwen moeten hebben in de mensen die in de raad van bestuur zitten. Een traject dat al heel lang loopt en waar volgens mij met heel veel expertise, en ik ga niet zeggen dat dat de pauzen zijn van de experten, dat zal altijd een probleem zijn. Maar ik denk dat de realiteit is, dat we weten wat de financiële behoeften zijn. En dat we hier eigenlijk verschillende vliegen in één klap kunnen vangen. Dat de kapitaalstructuur beter wordt. En we mogen niet vergeten dat wij zijn de intercommunalen. Hè. Het zijn de gemeentes. Hè. En niet alleen de gemeentes, maar ook de burgers. En als men een degelijke kapitaalstructuur heeft, waarmee men heel belangrijke investeringen aan kan, waarbij men betere rating krijgt op een markt, waar men om betere financiële voordelen kan gaan lenen, dan zal dat ook de kosten drukken. En die kosten van financieringen zijn ook kosten die op uw factuur van de elektriciteit, waar de distributiekosten een belangrijk deel is, ook terugvindt. Dus dat gaat eigenlijk ook, de gemeente gaat daar rechtstreeks niet aan hebben, maar in de long run zal dat uiteindelijk voor de verbruiker ook positief zijn. Maar het is en blijft een complex dossier. Cool. Ja, ik vind dan op mijn beurt dat je nogal gemakkelijk de expertise van andere mensen van tafel veegt en er een beetje zelf een karikatuur van maakt. Uiteraard is dat dossier opgesteld door mensen met heel veel kennis en is daar heel lang aan gewerkt en zo. Maar dat is de gebruikelijke gang van zaken, dat het wordt voorgesteld, de overname, en dat dan andere mensen zich daarover gaan buigen. Die hebben dat gedaan, en ook niet van de minste, niet bepaald, hè, want het is niet ene mens en één krant die niet zegt. Het zijn nogal wat professoren, nogal wat experts, nogal wat mensen die heel veel kennis hebben over overname van staatsbedrijven en zo. Dus die mensen die weten ook wel waarover dat ze praten. En als die mensen een hele trits van argumenten aanhalen om het niet te doen, en er is een stad als Gent die zegt van, wij willen toch ook liever dat het nog eens herbekeken wordt, dan denk ik dat dat geen loze argumenten zijn en dat er mag over nagedacht worden. Het verbaast me trouwens dat de volledige meerderheid. Er zijn nog andere steden die het wilden, en tot hier toe is al een zeer grote meerderheid die het ook doet. Dat zal wel, maar mij verbaast het dat de volledige meerderheid met heel dat dossier akkoord gaat. Wat niet onbelangrijk is, om dat toch nog even te vermelden, dat is, als men op de markt is gegaan, dat er eigenlijk van de drie die overgebleven zijn, er één is die in de sector ervaring heeft. De twee anderen waren pensioenfondsen, een Nederlands pensioenfonds en een Australisch, die de sector eigenlijk niet kennen. Is dat een voordeel? Ik denk van wel. Maar ik zeg het nog eens, het is een heel complex dossier. Waar je nog heel lang wel eens niet spel kunt over doen, maar ik denk dat je van de feiten moet vertrekken, dat je van de kapitaalsgegeven moet vertrekken, en dat je hier, ik zou het omgekeerde willen bediscussiëren, moest men zeggen, we krijgen een bieding, die 350 miljoen meer is dan een ander, en we gaan die niet aannemen. Van de sector, die in het energielandschap gekend is, ook in andere landen, Australië, Portugal, Italië, noem maar op, hoe dat je dat zou gaan motiveren. Dat zou ook niet gemakkelijk zijn. Koen, je had ook een vraag. Ja, ik zou nog even iets willen zeggen. Dus Luc van Kraandonk zit in het comité Oost van Raad van Bestuur van EANDES. Ik zat daarin tot eind juni van dit jaar als vertegenwoordiger van de provincie. Nu, wij hebben dat alle twee gevolgd, hoe dat gegaan is. Niet dat we er inspraak hadden, zeker niet, maar we hebben dat wel kunnen volgen. En eigenlijk de belangrijkste reden, denk ik, waarom dat er ene partner gekozen is, dat is omwille van het feit van het gemak van besturen. Men heeft gezegd, als men met een heel deel kleine partners moet besturen, gaat dat altijd moeilijker zijn dan met ene grote.
Dat wil zeggen, men heeft gekeken op de Belgische markt en daar kwam men tot engagementen van 40, 50 miljoen, maar men vroeg ongeveer 500 miljoen om een goed resultaat te hebben. En deze Chinese partner kwam zelfs met 800 en zoveel miljoen. Dus dat was zeer positief. Nu, over die aanwezigheid in de Raad van Bestuur, dat is beperkt tot 3 mandaten op 20 in de Nationale Raad van Bestuur. Dus dat, ik denk dat dat niet overdreven is. Er is een decreet gestemd binnen de Vlaamse regering dat in geval van privatisering van intercommunales er nooit meer dan 25% van de macht mag zijn in de handen van de privépartner. Dat wil zeggen dat er nooit een blokkeringsminderheid mag zijn. Dus de macht blijft eigenlijk wel in Vlaanderen, dat wil zeggen in handen van de gemeentes. Het is misschien beter inderdaad dat dat geld vanuit Vlaanderen was gekomen. Brengt niet veel op de boekjes en binnen Iveca zou het meer opbrengen. Maar ik denk dat er wel een goede oplossing gevonden is om, laten we zeggen, Iveca terug op de goede weg te krijgen. Want we hebben gezien de laatste jaren dat, laten we zeggen, het rendement van Iveca toch wel wat begon te dalen. En ik vermoed dat hierdoor terug een beetje zal stijgen. Goed, dat volstaat, Koen. Zijn er nog opmerkingen, vragen? Goed. Kunnen wij de goedkeuring van de agenda en de vaststelling van de mandaatvertegenwoordiger goedkeuren? Iedereen akkoord? Menno stemt tegen. En kan ik van andere aanwezigen een ja verwachten? Akkoord, ja? Oké, dank u. Dan, collega's, stel ik voor dat we puntje 20 tot en met 29, wat betreft de urenpakketten en de lesuren voor onze diverse onderwijsinstellingen samen nemen. Wij moeten die goedkeuren. Ik vraag of jullie akkoord zijn met die ingediende lesurenpakketten. Iedereen daarmee akkoord? Ja? Oké, dank u. Dan komen we bij puntje 30. Het schoolbestuur wenst een algemeen kader vast te stellen voor de toekomstige selectieprocedures voor de directeur gemeentelijke onderwijs MOL. En dat betreft de basisonderwijs, het buitengewoon onderwijs en de deeltijdskunstonderwijs. De concrete invulling van het kader gebeurt door het college van burgemeester en Schepenen. De gemeenteraad keurt het algemeen kader goed voor toekomstige selectieprocedures voor directeur gemeentelijk onderwijs de MOL en het afzonderlijk onderhandelingscomité, het ABOC, leveren een protocol van akkoord af in zitting van 26 augustus. Aan deze raad wordt een akkoord gevraagd. Iedereen daarmee akkoord? Ja, dank u. Dan puntje 31, dat is de convenant voor vervanging van korte afwezigheden in het basisonderwijs. Deze dient jaarlijks herbevestigd te worden. Er werden geen aanpassingen hieromtrent aangebracht. Op 26 augustus verleende het ABOC een protocol van akkoord en de convenant korte vervangingen voor het schooljaar 2016-2017 kregen dus een positief advies. De goedkeuring aan de raad wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Dank u. Dan puntje 32. Dat hebben we daar straks bij hoogdringendheid op de agenda geplaatst. Het is een omwille van de ernstige gezondheidsrisico's heeft de burgemeester op 12 september 2016 een politieverordening uitgevaardigd in zaken het zwem- en recreatieverbod bij Oostappen vakantiepark Zilverstrand. Gevraagd wordt aan de raad van dit burgemeestersbesluit van 12 september te bekrachtigen. Iedereen akkoord? Ja, dank u. Dan zijn we gekomen aan de toegevoegde agenda en beginnen wij met de Vlaams Belangfractie met puntje 33. Berlinde, wat betreft de gasboete had u een agendapunt. Ja, dank u. Volgens het gasreglement is stoken in een vuurkorf toegelaten.
Maar volgens de politie mag dit niet, omdat die zich beroepen op het veldwetboek. En die zegt dat binnen de 100 meter van de bebouwde kom niet mag gestookt worden. Mensen krijgen een eerste verwittiging en voor de tweede keer wordt een PV uitgeschreven. En we zijn door veel mensen aangeschreven om een beetje duidelijkheid te krijgen hoe dat nu juist mag en niet mag. Burgemeester? Merlinde, ik kan u gelijk geven wat gezegd, of als gezegd dat het niet heel duidelijk is. Maar ik ga toch proberen wat te duiden. Wij zitten met hogere wetgeving die we uiteraard moeten volgen, zijnde het Vlaarum, zijnde het boswetboek en ook het veldwetboek. Maar in ons reglement staat wel degelijk dat gedroog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof mocht gebruiken in een barbecue toestel of een sfeerverwarmer, dat is een vuurkorf. Wij zijn nu bezig met een nieuw reglement waar we dat eigenlijk wat verduidelijken, omdat sedert de goedkeuring van de laatste versie dat ook het Vlaarum wijzigingen heeft ingevoerd. En we huppelen wat ons reglement betreft iets achterop ten aanzien van het Vlaarum. Het Vlaarum is eigenlijk iets strenger geworden. Op dit moment is er binnen het politiecollege, binnen de verschillende gemeenten en vooral de werkgroep met onze juristen en de sanctionerende ambtenaar, is men dat aan het herschrijven. Dat gaat iets meer uitgewerkt zijn, maar daarin zal ongewijzigd blijven dat droog onbehandeld hout mag gebruikt worden. Ik heb dat vandaag met de korpschef nog besproken. Ik weet niet waar dat van komt, dat men bij de politie zou zeggen dat dat niet mag. Je mag natuurlijk niet in open lucht stoken, dat is nogal duidelijk. Behouden ze een aantal bepalingen die ook al in het Vlaarum staan. Dat is niet het geval, maar wij zullen, als wij dat gasreglement, want daar zitten nog andere wijzigingen in, als we dat hier naar de raad zullen brengen, dan is het ook de bedoeling dat we toch een aantal elementen iets beter gaan communiceren, waaronder ook dit. Want ik begrijp dat mensen, dat het niet altijd heel duidelijk is, maar het is wel zo, als jij een vuurkorf gebruikt, een barbecue, er is geen enkel probleem als je daar geen plastiek of rubber of wat dan ook begint op te stoken, dat mag natuurlijk niet. Wat het PV's betreft, ik heb dat nagekeken. Er zijn voor 2016 hebben we de cijfers natuurlijk nog niet. Voor 2015 zijn er wat sluikstoken betreft 5 gas-PV's gemaakt en er is geen enkel bij dat te maken heeft met een vuurkorf. Ja, oké. Dus wat dat betreft denk ik dat er geen probleem is, maar we zullen zo gauw als we dat kunnen die communicatie toch nog eens voeren om het voor de mensen duidelijker te maken. Ja. Maar wat dat betreft, het mag nog, het mag in het huidige reglement en zal ze ook blijven. Goed. Goed? Ja, dank u wel. Dan komen we bij de N-VA-fractie, met name Hans de Groof, voor puntje 34, de stand van zaken in verband met de tegeltuintjes. Hans, aan u het woord. Dank u wel. In november stelde onze fractie voor om het ook in mond mogelijk te maken om tegeltuintjes te realiseren. Dit voorstel werd positief onthaald door het bestuur, want ze waren daar met eigen zeggen al mee bezig. Maar wat is op dit moment de stand van zaken en wanneer zal het reglement rond zijn? Want ik heb er sindsdien niks meer van gehoord. Schepen Knaps. Ja, dag Hans. Dank u wel voor de vraag. Inderdaad, wij zijn dan nog steeds zeer genegen, maar we willen toch een beetje verder onderzoeken naar praktische haalbaarheid en zo. Ik denk, het is een heel mooi initiatief, maar ik denk dat we ons ook moeten bewust zijn van een aantal zaken die toch wel goed moeten opgevolgd worden. Bijvoorbeeld, de tegel moet verwijderd worden, er moet iemand komen zien, er moet een aanvraag gebeuren. En dat willen we toch ook wel opvolgen. En zeker refererend naar een van jullie volgende punten, in verband met overhangende takken en zo. En die zaken zullen we toch nog eens even willen bekijken. Maar het reglement en zo, daar hebben we alles voor, maar het is vooral de praktische uitvoering die dat we grondig willen bekijken, zodat we dat goed kunnen opvolgen. En is er daar een termijn voor die dat je kunt vooropstellen? Zo snel mogelijk, maar ik vind het moeilijk om daar een termijn op te zetten. Het zal ook een van de volgende weken op het schepencollege komen en dan zullen er beslissingen genomen worden. Dus wanneer het een van de volgende weken op het schepencollege komt, dan hebben we eigenlijk volgende maand wel een beslissing? Normaal gezien wel, ja. Oké, dat is goed. Goed, Hans.
Dan komen we bij puntje 35 en daar vraagt raadslid Koen Dillen Varkensruggen langs het kruispunt Schooldreef Heistraat. Koen, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Enkele weken geleden werd ik aangesproken door mensen van, die rond het kruispunt Heistraat Schooldreef wonen. Er was een mevrouw bijna aangereden door een wagen die uit de Schooldreef kwam en rechts indraaide in de Heistraat. In plaats van over dat verhoogd kruispunt rijden, had hij niet beter gevonden dan ja, de binnenbocht te pakken en net langs de heg van die mevrouw te rijden. En ik heb dan met die mensen gebabbeld daar, met alle vier de buren, en die zeggen dat dat wel regelmatig gebeurt. Dat ze dus niet het kruispunt nemen, wel de binnenbochten. En ja, om dat te voorkomen, dat dat nog gebeurt, dat er eventueel toch persoonlijke ongevallen zouden gebeuren, was de vraag van er eventueel op de plaats waar het gevaarlijk is, wat mogelijk is om de weg af te snijden om daar varkensruggen te leggen. Schepen van Hof? Ja, Koen, alle begrip voor de vraag. Maar wij hebben, moet ik zeggen, als gemeente slechte ervaringen met het met varkensruggen. Vaak verergeren die de situatie eerder dan dat die de situatie verbeteren. Zeker wanneer het bijvoorbeeld gesneeuwd heeft, kan het zijn dat mensen daarover struikelen, dat fietsers die niet gezien hebben, daarover fietsen, wagens die daar schade leiden en dergelijke. Maar dat wil niet zeggen dat we daar zeker niks kunnen doen. Het is een optie eventueel om daar paaltjes te plaatsen. Dat gebeurt soms nog. Die plaatsen we dan altijd wel minimaal op 70 centimeter weg van de rijbaan. Maar ik stel voor dat dat een dienst is ter plaatse gaat kijken. Want op basis van foto's heb ik ook gezien dat daar een deel van het kruispunt eigenlijk in half verharding is aangelegd. Wat natuurlijk maakt dat auto's eerder nog de neiging hebben om sneller te gaan rijden en de bocht af te snijden. Dus ja, ik stel voor dat we de verkeersdienst een keer ter plaatse laten gaan. Dat we gaan nakijken van ja, kijk, zijn alle voorwaarden vervuld om daar paaltjes te plaatsen en dat we dan die beslissing op het schepencollege nemen. Voldoende, Koen? Goed, puntje 36. Daar komen we bij raadslid Van Geel. Aan Mo Martre heeft hij vragen. Ja. Ja, ieder jaar gaat dat door hier langs de Neet en ieder jaar is dat veel volk. Maar het probleem is dat padje langs de Neet, je kunt dat niet breder maken. En vooral ter hoogte van de standen van de kunstenaars, daar is er nogal druk. Mensen willen van links naar rechts en van rechts naar links. En niemand kan er eigenlijk rustig voor zo'n stand gaan staan en eens een keer bekijken wat heeft die persoon te koop. Daarom had ik gedacht, is het misschien niet mogelijk om dat een lust te maken. Zo'n soort eenrichtingsverkeer, zodanig dat je langs de Neet al die kunstenaars doet en dat je gewoon langs het centrum, langs Laren, langs de straat hier terugkomt en zo de lus maakt. Als je dan iets gezien hebt dat je graag wilt kopen, hoef je ook niet terug te gaan, want je kunt telkens die doorsteken gebruiken. Je moet niet heel de traject opnieuw afleggen. Schepen Deks. Er was inderdaad opnieuw heel veel volk en daar zijn we altijd heel blij mee als onze evenementen gesmaakt worden. Want uiteraard wordt daar heel veel tijd en energie in gestoken om het allemaal goed te doen. Dit jaar hebben we het parcours sowieso een beetje moeten verleggen omdat er mogelijkerwijze rioleringswerken waren ergens op het parcours. Die veranderingen hebben de mensen wel gesmaakt, zowel de standhouders als eigenlijk de bezoekers hebben ons wel laten weten dat deze bijsturing, al was ze eigenlijk een beetje noodgedwongen, toch wel goed was. En we overwegen van het parcours zo te houden zoals het is. Nu, ik heb dat ook al wel opgemerkt en de mensen van onze dienst natuurlijk ook, dat het met momenten zeer druk kan zijn en dat het dan nauwe doorgang is. Maar we hebben dat zelfs vorig jaar al een keer overlegd, van kunnen we daar op een andere manier werken, maar we zijn daar toch tot de slotsom gekomen dat quasi onmogelijk is. Het moet ook nog een beetje gezellig blijven. Ik denk dat we dat op de zondagsmarkt ook niet kunnen, de mensen verplichten om in een bepaalde richting te gaan. Als men eventjes op zijn stappen wil terugkeren of wel men ziet een kennis achter zich, dan zou men daar niet naartoe mogen gaan. Dat lijkt ons onhaalbaar. We zijn ook
Allee, we weten ook niet hoe dat we dat gaan verplichten aan mensen om een bepaalde richting te gaan volgen. Hoogstens zou dat dan indicatief kunnen zijn. Maar goh, een gezellige drukte en een beetje respect voor elkaar lijkt mij ook al heel veel te kunnen oplossen. Dus ik heb het vandaag nog eens een keertje besproken met de dienst, maar voor ons is het eigenlijk geen haalbare kaart. Dus we zullen wel verder nadenken als we ergens, want ik heb ook aan iedereen gevraagd om goed op te letten als men ergens gaat verkennen op evenementen en men ziet daar eigenlijk goede zaken die we ook in Mol zouden kunnen toepassen, dan nemen we dat zeker mee. Maar echt eenrichtingsverkeer op het parcours, dat zien we echt niet zitten. Ik ben daar eerlijk in tegenover. Oké. Goed, ja. Dan puntje 37 is een puntje van raadslid Bellemans. Kan het gemeentebestuur bij IOK op aandringen om een realistische betalingsvoorstel naar de mensen te sturen? Mia, aan u het woord. Ja, dat is eigenlijk mijn vraag, hè. Of dat het gemeentebestuur er zou kunnen op aandringen bij IOK om zo'n realistisch betalingsvoorstel te sturen. Momenteel worden die berekend over de periode van 3 maanden. Veel valt die berekening wordt vaak gemaakt in de periode dat de mensen veel hebben moeten betalen, veel vuil hebben meegegeven, ofwel het groen ofwel het restafval. En omdat dat toch ook allemaal een beetje seizoensgebonden is, gaat men dan 3 maanden terug en men berekent dat voor een heel jaar. En dat is eigenlijk niet correct. En daarom zou ik dat willen vragen om of dat betalingsvoorstel niet kan berekend worden over de periode van 1 jaar. Ik denk dat dat realistischer is. Schepen van Rompuy. Op zich denk ik dat een terechte bekommernis aankaart, maar eigenlijk ook onderschrijft het wat we vandaag al doen, met name in het systeem van de pre-facturatie dat we hier een paar jaar geleden hebben opgestart. Was de afspraak dat hetgeen wat we aan de mensen factureren in feite een budget zou moeten zijn waar we een jaar mee toekomen. Bij wijze van spreken niet om het half jaar of om de 2 jaar facturen te sturen, maar waar we ongeveer een jaar verder kunnen. Ik breng u even in herinnering dat het systeem van 3 maanden opgestart is in het voordeel van de mensen. Want wanneer zijn we gestart? We zijn gestart midden 2014 met het systeem van de prefacturatie. We hebben het afvalbeleid zwaar bijgestuurd vanaf 1 februari 2014. GFT die wel betalend werd, vroeger niet betalend. Het tarief van de restfractie die is gestegen. Dus wat wij toen hebben gezien is, als we toen zouden gestart hebben met de cijfers te nemen van het laatste jaar, dat die cijfers volledig zouden vertekend zijn, omwille van het feit dat de mensen voor 1 februari 2014 nog snel heel veel GFT-afval hebben meegegeven. En nog snel waarschijnlijk extra kilo's restafval hebben meegegeven om de tariefstijging voor te zetten. En om die reden is er midden 2014, onder andere om die reden, beslist om niet te gaan terugkijken naar een volledig jaar, want dat zou volledig in het nadeel geweest zijn van de mensen, maar enkel te tellen op de laatste 3 maanden, zijnde de 3 maanden die in het nieuwe systeem van toepassing waren. Maar ik herhaal duidelijk met de bedoeling van, hetgeen wat de mensen betalen, daar moeten we ongeveer een jaar mee verder kunnen. We stellen vandaag vast dat dat voor de meeste families, voor de meeste gezinnen klopt. Als er iets is waar mensen heel snel op reageren in de richting van het gemeentebestuur, in de richting van onze diensten, dat is als het gaat over centen. Dus met andere woorden, als daar heel zwaar een probleem zou zijn, dat die berekening foutief is, dan ga ik ervan uit dat we ook heel veel klachten van onze burgers gaan krijgen. Maar ik moet zeggen dat wij die vandaag eigenlijk niet zo massaal krijgen. Wat voor mij een indicatie is dat het systeem wel goed zit en dat die doelstelling die we hebben om ongeveer 1 jaar budget te vragen, dat we die doelstelling halen. Dat belet niet dat ondanks al die opmerkingen ik direct uw vraag heb doorgespeeld naar de mensen van IOK en ik denk dat collega Knaaps die in het directiecomité zat dat ook daar heeft besproken. En dus een hele lijst van opmerkingen heb gekregen. En dan was ik toch een beetje verbaasd, want voor mij, of dat nu 3 maanden is of 12 maanden, is misschien een bijzaak. Het belangrijkste is, ze moeten ongeveer dat jaar budget betalen. Maar dan lees ik toch
dat in totaal van de 23 DIFTAR-gemeenten in de Kempen, dat er 21 zijn die dat systeem gewoon gebruiken. Zijn het systeem van, we gaan terugkijken op de voorbije 3 maanden. De enige praktische insteek die we dan een beetje willen doen, en ik denk dat ik dat hier in het verleden al gedaan heb, dat is, moest het nu toch zo zijn dat je bijvoorbeeld vorige maand hele zware bouwwerken hebt gedaan met een abnormaal hoog aantal kilo's, dan is het eigenlijk aan je burger zelf om daarin te beslissen, ja, dat zit nu mee in die rekening, dus dat klopt niet, dat is niet correct. Hetgeen wat u ook krijgt is een betalingsuitnodiging. Dus eigenlijk aan u om daarin ook die afweging te maken van, ja, maar als op basis van die kilo's nu plotseling 200 euro wordt, dan moet u natuurlijk geen 200 euro gaan betalen. Als u op basis van uw normale afvalcijfers per jaar 50 euro of 100 euro betaalt, dan volstaat het om die 50 of die 100 euro te betalen. U bent dus niet verplicht om, omwille van die uitzonderlijke omstandigheden, dat hoger bedrag te gaan betalen. En dan tenslotte wil ik zeker nog toevoegen, hè, als er mensen echt zijn die betalingsproblemen hebben, ik denk dat daar de nodige systemen voor zijn, dat we de nodige voorzieningen hebben om die mensen met raad en daad bij te staan. Ja, nu, ik denk toch dat de mensen, of heel wat mensen, dat niet, zelfs dat niet te goed lezen dat dat een betalingsvoorstel is. En ook niet echt inhoudelijk weten wat dat betekent. Want er zit eigenlijk een overschrijving in. Dat lijkt op een factuur en het is eigenlijk een beetje een detail voor mensen waar dat ze overlezen of overkijken of de draagwijd er niet echt van verstaan. En ik denk dat het voor heel veel mensen waar is dat zij dat gewoon binnenkrijgen en betalen, ook al is dat veel. En dan lijkt het mij, ze gaan niet zo gemakkelijk de telefoon nemen en naar IOK bellen en zeggen, kijk, die omstandigheden en dat klopt nu niet. En, denk als het over centen gaat, dat mensen nogal snel hier op de zitdagen ook van mezelf en de verschillende collega's staan. Ik denk dat het probleem zeker beperkt is en mensen die dan toch dat grote bedrag betalen, als je telkens elk jaar opnieuw in hetzelfde seizoen van een bepaalde fractie meer afval hebt, wat ik perfect kan begrijpen, bijvoorbeeld qua groenafval, dat is rond een bepaald seizoen vaak, ja, dan heb je natuurlijk maar één keer. Want als je nu onredelijk te veel betaalt, wat betekent dat in de praktijk? Ja, dat betekent dat je niet een jaar gaat toekomen, maar anderhalf jaar. Dus anderhalf jaar later gaat hier de verteperiode weer anders zijn. Dus ik denk dat qua gemiddelde wel dat we allemaal op hetzelfde uitkomen. Maar als je nu echt daar mensen hebt met zeer grote verschillen, geef het even door. Maar om nu gans dat systeem te gaan wijzigen en binnen IOK de discussie te moeten gaan voeren van, ja, al die andere 20 gemeenten, die doen dat op 3 maanden en mol. We zijn al op veel vlakken, denk ik, daar een beetje de speciale gemeente. Ik stel voor dat we daar gewoon het systeem volgen zoals het ook verdedigd wordt door de gespecialiseerde medewerkers van onze intercommunale. Maar als er echt problemen zijn in bepaalde dossiers, laat het ons weten. Hè. Dan kunnen we samen bekijken welke oplossing dat we aan die mensen kunnen bieden. En die oplossing die zijn er ook, dat is absoluut geen groot probleem. Daar moeten we geen 5 minuten over discussiëren. Goed, ja. Mia? Ja, goed. Eigenlijk blijf ik een beetje bij mijn mening. Ik denk dat dat even vlot en even gemakkelijk gaat over een jaar, maar ja. Goed, verder heb ik daar niks op te zeggen. Oké, dan puntje 38. En dan komen we terug bij raadslid De Groof. Publiciteitsborden van evenementen van buiten onze gemeente. Hans, aan u het woord. Ja, in april 2013 heb ik deze problematiek al eens aangehaald. Het gaat hem dan vooral over die publiciteitsborden, die ijzerpubliciteitsborden met die pootjes, die driehoekjes. Toen konden die niet worden weggehaald. Toen was er ook een verschil tussen het politiereglement en het gasreglement dat rechtgezet diende te worden. En gingen de eigenaars gecontacteerd worden om te bekijken of deze borden toch niet verwijderd konden worden. Tot op heden zijn deze borden nog niet verdwenen en er staan er in tegendeel zelfs nog een beetje meer dan in 2013. Bij deze herhaal ik gewoon mijn vraag van toen eigenlijk. En wat zijn de plannen van de gemeente om deze problematiek aan te pakken? Burgemeester Rotte. Anders, daar heb je nu eens 200% gelijk in. Er is nog geen enkele gasprivé gemaakt, voor zover ik weet. We hebben dat naar aanleiding van uw voorstel in 2014 is dat ingevoerd. Ik moet er heel eerlijk zijn, op dit moment, maar het loopt al even, is dat zeker geen prioriteit voor de politie. Het probleem is, zij moeten dat vaststellen.
zo zeggen, het laatste jaar zitten wij met andere prioriteiten, maar we gaan toch trachten via de wijkwerking en ook, denk ik, via de gemeentes dat te bekijken. Omdat wij eigenlijk in het reglement het onszelf niet zo heel gemakkelijk hebben gemaakt, want de vraag is natuurlijk, als politiemensen een PV moeten maken, zij moeten dat doen, tegen wie dat zij dat moeten doen. Ik moet zeggen, er zijn al wel wat pogingen geweest om mensen te contacteren, maar dan krijg je een onverdeeldheid van 67 mede-eigenaars, waar niemand zich geroepen voelt. Eigenlijk kan dat ook de bedoeling niet zijn, maar de vraag is dan, ja, tegen wie maakt je het dan wel? Meestal zijn dat verenigingen. In Baal hebben we, of heeft de politie wel eens een actie gedaan, maar dan zijn dat weer de verenigingen die met een andere vereniging van een andere gemeente werken en zeggen, ja, maar daar moeten we toch niet te streng tegen optreden. Maar, allee, goed, dus een beetje naast de kwestie. Wij gaan trachten om dat ook via de gemeentelijke diensten, als we daar capaciteit voor vinden, om mensen meer aan te schrijven. Ik denk vooral degene die ze plaatsen. Dat is ook niet altijd heel duidelijk, want soms zijn dat evenementenhallen. Maar je hebt een punt, je hebt dat terecht aangekaart en er is tot op heden te weinig aan gebeurd. Dus wij gaan dat trachten terug op te pikken. Maar ik kan er eerlijk zijn, dat gaat geen topprioriteit voor de politie worden om overal nu gaspv's te gaan maken. We gaan dat trachten via de wijkwerking te doen. Goed, Hans. Dank u wel. Dan puntje 39. En als het kersverse nieuwe raadslid akkoord gaat, zou ik FIC puntje 39 en 44 willen samennemen, omdat het een gelijkaardige materie betreft. Het gaat voornamelijk over overhangende takken langs de fietspaden. Ik geef aan u het woord, Fik. Zowel langs het fietspad van de rotonde, van Wezel naar Gombel, veilig tot Rozenbergspoor, en langs het fietspad van de Kiezelweg, Morau, hangen ook takken momenteel over de fietspad. Dit zorgt voor gevaarlijk voor de ogen, de hoofdstellen gevaarlijk. Kan het gemeentebestuur aandringen bij de Vlaamse overheid om dit probleem snel te helpen, alstublieft. Ja, Fik, dus uw tweede probleempje is een gelijkaardige vraag, hè? Puntje 44. Ik stel voor dat we dat samen behandelen als dat voor u goed is. En ik geef dan het woord aan Schepen Knaaps. Tessa? Ja? Dus, ja, het tweede punt van Fik gaat eigenlijk over de kasteeldreef. Dus dat is een zeer mooie weg binnen Mol. Richting de brug, richting de viaduct die daar is, hangt er tegenwoordig nogal wat takken ook over de weg. Nu, als je daar als fietser doorrijdt en je rijdt in het midden van de weg, is er geen enkel probleem. Maar wat we tegenwoordig meer en meer zien, dat is dat er heel veel auto's doorrijden die er eigenlijk niet thuis horen, want het is daar plaatselijk verkeer. En ja, ik ondervind dat zelf ook wel, als ik daar voorbij kom met een fiets en nog een auto erlangs, kan het soms wel gevaarlijk zijn. Op bepaalde stukken, niet overal, maar op bepaalde stukken. Dus er zijn een aantal vragen. Hè. Kan het gemeentebestuur de snoeiwerken eventueel aanvatten om dat een beetje veiliger te maken? En worden daar controles gedaan op auto's die er eigenlijk niet moeten zijn? Dus omdat plaatselijk verkeer is, ja, kan men een keer nakijken of dat er eventueel toch niet kan gekeken worden om daar minder gemotoriseerd vervoer door te krijgen, of bijvoorbeeld ook snelheidscontroles. Ik denk, als er een auto is die daar tegen 30, 35 uur voorbij komt, is er geen probleem, maar ze durven nog onze snelheid hebben. Ja, dankjewel. Schepen. Misschien eventjes toelichten hoe dat we werken bij de Groendienst. We hebben een jaarlijks onderhoudsprogramma en op regelmatige basis worden onderhoudswerken gedaan, dus worden er takken verwijderd, wordt er gesnoeid. Een deel gebeurt door de Groendienst, een deel wordt uitbesteed. Burgers kunnen uiteraard ook zaken melden en dat komt dan in het CRM, waar dan normaal gezien allemaal vrij snel en goed wordt opgevolgd door de Groendienst. Ik denk dat dat zeker mag gezegd worden. Maar het probleem ontstaat steeds, en dat is ook hier bij u het geval, wanneer het gaat over privé-eigendom. Daar mogen wij als gemeentebestuur niet zomaar
langs de kant gaan en dan alles mooi proper zetten, dat kan niet. Dus wij moeten op zoek gaan naar die eigenaars. Dat is niet altijd evident. Want soms zijn die percelen verdeeld over 20 eigenaars. Die moeten wij dan gaan aanschrijven. De wijkagent gaat daar langs. Die gaat vragen, alsjeblieft, kunnen die snoeiwerk, want dat is hinderlijk. Dus dat is heel complex. Maar al een aantal weken terug, omdat deze problematiek komt vaak voor. En ik vind dat ook zelf enorm frustrerend, want voor mensen is dat niet altijd duidelijk. Is dat privé? Is dat openbaar? En we krijgen daar toch nogal wat klachten over. En we hebben nu toevallig deze woensdag een overleg met onze juristen om eens te bekijken hoe kunnen we dat sneller aanpakken. Want daar gaat heel veel tijd over. Dus die eigenaars contacteren. Ik hoop dat we daar tot een oplossing kunnen komen, dat we die zaken sneller kunnen aanpakken. Want dat kan inderdaad niet de bedoeling zijn. Dan wat betreft het groen. Ik denk dat er ook nog een vraag naar mobiliteit was. Schepen van Hof? Ja, dus wat de politiecontroles betreft. Ik heb daar de cijfers van opgevraagd. Dus het is effectief zo dus dat er ook in het verleden al gecontroleerd is. Bijvoorbeeld in het jaar 2013... heeft de politie daar op 7 verschillende tijdstippen snelheidscontroles gedaan. Ook dit jaar zijn er nog snelheidscontroles geweest. Bijvoorbeeld op 1 maart van dit jaar heeft men er 1,5 uur gecontroleerd en heeft men daar 47 voertuigen gecontroleerd, waarvan er 10 in overtreding waren en dan ook geverbaliseerd. Dus het is niet zo dat daar in het verleden nog niet gecontroleerd is. Er is al ruim gecontroleerd geweest in het verleden. Maar ja, het is juist dus dat er met momenten hard gereden wordt. Als we kijken naar het aantal overtredingen, zit dat rond de 20% en dat is veel. En wij hebben de indruk dat het eigenlijk nog toeneemt de laatste tijd. Kan een subjectieve indruk zijn, maar goed, wij komen er regelmatig voorbij, ook FIC. En we hebben toch de indruk dat het toeneemt. Ja, maar wij kunnen zeker de vraag nog stellen om in de toekomst nog te gaan controleren. Nu, in verband met uw overhangende takken is het misschien interessant van de eigenaars, ik weet niet, de eerste jaren misschien in een brief te sturen, dat ze bijvoorbeeld, wanneer de takken beginnen, begin september of eind augustus, dat ze dan moeten instaan voor het snoeien of zo. He, dat de mensen eraan herinnerd worden. 2-3 jaar en dan zullen ze het zelf wel doen, denk ik. Ik hoop dat samen met u, want het is inderdaad... ik denk ook dat ze zich daar wel van bewust zijn, maar soms zijn het ook mensen die niet in Mol wonen. En maar, het is soms moeilijk voor ons om daarin te grijpen, want wij zouden nu liever als dat daar mooi proper maken, maar dat kunnen wij jammer genoeg niet op privé-domein. Dus we hopen daar naar een iets efficiëntere oplossing te komen. Oké, Fik. Ja, Jan? Misschien een tip, dat paddeke langs de dingen langs de netel, langs het zwembad, hè, als het regent, hè, dan hangen er ook takken laag en dan komen die brandnetels ook zo over dat fietspad hangen. Misschien dat je dat ook kunt noteren, dat ze er ook eens naar kijken. En op die wandelpad, op dingen, op het kerkhof, wees op het kruisven, dat begint ook tussen die stenen allemaal onkruid uit te schieten. Misschien kunnen ze dat met de borstelwagen overgaan. Dat kan je zo ook melden, hè, Jan. Nou, dus daar we hier zitten. Goed, dat is genoteerd. Prima. Puntje 40. Raadslid Dillen. Heeft het gemeentebestuur beslist om deel te nemen aan het project van het warmtenet in de Giro-Gezellenstraat? Koen, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Vorig jaar had ik eigenlijk op de gemeenteraad alles geadviseerd aan de gemeente om eventueel twee warmtenetten te starten. Een eerste rond het nieuwe zwembad. En alles wat er rondgelegen is, de sporthal. En dan een tweede, bij het nieuwe politiecommissariaat, de assistentiewoningen die er komen, het ateneum dat er is en de muziekschool. Nu, ik ben ondertussen gecontacteerd geweest door Gaudium, die ondernemer die assistentiewoningen gaat plaatsen. En ik heb dan ook een keer nagevraagd en zij zijn in onderhandeling met Eandis om daar een warmtenet te starten. Nu, mijn vraag is natuurlijk, is de gemeente ook bereid om aan datzelfde warmtenet deel te nemen? Waar dan dus het politiecommissariaat kan opgenomen worden, waar de gemeentelijke muziekacademie kan opgenomen worden en dan kunnen denk ik ook wel afspraken gemaakt worden met het ateneum, omdat dat toch wel een serieuze
vermindering van uitstoot kan geven. Dus de gemeente heeft toch wel een belangrijke taak en een belangrijke uitdaging ook om tegen 2020 de uitstoot met 20% te verminderen. En je kunt daar een geweldige zaak mee doen door daar een warmtenet aan te leggen dat draait op pellets bijvoorbeeld. Ik heb het hier nog niet over de geothermie of het warme water, wel over de pellets die dan voldoende energie zullen leveren en elektriciteit en warmte zullen leveren, waardoor de uitstoot geweldig gaat verminderen. Ik heb daar nog een kanttekening, een belangrijke kanttekening bij, en dat leidt me dan eigenlijk richting ons bezoek van zaterdag aan de geothermie van de Vito. Dus de directeur van de Vito heeft gezegd, als de gemeente zich engageert om in Mol een warmtenet aan te leggen, dan zijn wij bereid om daar aan de assistentiewoningen, aan het politiecommissariaat, daar een ketel te plaatsen, gratis, waar dat dus de gemeente niks moet voor doen. En dat zij zullen zorgen, als de gemeente dus zegt van wij gaan op termijn dus de geothermie, het warme water, in het centrum leiden, waardoor dus dat de uitstoot voor die huizen, voor die instellingen, voor die gebouwen, die uitstoot van 40% dat nu is, terug zal vallen op 0% als je met warm water gaat verwarmen. Nu, ja, dat brengt me dus bij het bezoek van zaterdag. We hebben, vind ik persoonlijk, een schitterend bezoek gehad. Dat was een geweldig mooie uitleg die we van de directeur gekregen hebben, ook van de projectleider en van de geoloog. En allee, ik denk dat we dat serieus moeten nemen, want allee, we zitten toch met echte problemen met opwarming van de aarde en ik denk dat we dat dringend moeten aanpakken. Nu komt daarbij nog die warmtenetten waar dat we het nu over hebben, dat geen fictie is, hè. Dus in het zwembad in Geel draait op een warmtenet. In Dessel gaat men starten met een wijk aan te leggen met een warmtenet. Dus dat is geen fictie. Dat zijn dingen die nu in de provincie Antwerpen zijn er 7 of 8 zwembaden die nu al een warmtenet hebben. En door het bezoek aan de Vito ben ik nog meer overtuigd dat we er echt moeten voor gaan. Dus ik zal even uitleggen voor de mensen die er niet waren. Lotte was er ook van de meerderheid. Er zijn op deze moment 2 putten gegraven. Eentje recht naar beneden en eentje richting Dessel. Dat zijn dus 2 buizen die warm water oppompen. En daar is plaats voor 5 buizen. Er zijn eigenlijk 5 plaatsen aangelegd. Maar het is wel zo dat een directeur van Vito zei van wij willen daar eigenlijk, of wij gaan nog geen geld aan verdienen, wij willen ook ongeveer stoppen met onze investering, tenzij dat de gemeentes zich engageren om op termijn, ik heb het niet over vandaag en morgen, maar op termijn, dus inderdaad het warme water in hun gemeente te halen. Hij zegt van, ja, een van die buizen gaan wij al richting SCK en Vito leggen, dus dat wil zeggen, zij gaan SCK en Vito laten de energievoorziening doen door warm water. Dessel heeft ook een engagement aangegaan op voorwaarden. En ik denk dat dat een logisch gevolg is. Alleen, dus als het voor de bewoner niet meer kost. Wat dus een directeur heeft duidelijk gezegd, dat er dan gesprekken moeten zijn met Eandis en met privépartners. Die dus zullen investeren in de buizen, in het hele systeem. Waardoor dat aan de bewoner niet meer gaat kosten. Nu, je moet rekenen, dus alle gas of mazoet gaat dus verdwijnen, waardoor dat de kostprijs automatisch zal verminderen. Hij heeft dan ook gezegd op de raad van bestuur van 8 november van het Vito gaan wij een beslissing nemen of dat we een derde boring gaan doen of niet. En hij zegt van, ja, ik wil dan wel horen vooraf van de gemeentes of dat zij bereid zijn om op termijn zich te engageren om een warmtenet aan te leggen met geothermie. Dat wil zeggen, dat moet niet volgend jaar aangelegd worden, maar dat moet een initiatief zijn van de gemeente die zeggen van, oké, goed, wij willen echt gaan voor het milieu, we zien dat dat heel goed is. Dat mag niet meer kosten aan de verbruiker. Dat is voor hun ook heel duidelijk. Er moeten
gesprekken en die zijn bezig met EANDES, dan moeten gesprekken zijn met privépartners. Zij zijn nu partners aan het zoeken, maar ze willen wel tegen 8 november een besluit of dat de gemeente Mol, want het gaat over Dessel en Mol, bereid is om daarover te praten met hun om die, dat geothermie uit te breiden naar de gemeente. Ze hebben een heel plan gemaakt, dus welke delen van Mol dat ze zouden bevloeien. En het verste zou zijn het Hemelrijk. En voor de rest zit daarin ja, rusthuizen, zwembad, alles kan erin zitten. En dus ik, wat mijn vraag is eigenlijk, en de voorzitter van Vito was er ook toe bereid, kunnen wij geen commissie, geen raadscommissie samenroepen voor de gemeenteraad van oktober, om in oktober in de gemeenteraad te beslissen of dat we instappen in gesprekken over het warmtenet. Ik zeg niet dat er dat morgen moet zijn, maar ik denk, allee, voor de welvaart van onze kinderen en onze achterkleinkinderen, denk dat we echt iets moeten doen. En we zijn hier een Mol uniek gelegen, hè? Dus er zijn twee putten, eventueel zelfs drie putten, waar automatisch direct kan aangesloten worden als de buizen er liggen. Men zou volgens mij echt moeten proberen om dit deel van de provincie Antwerpen en dan richting Noord-Limburg tot Hasselt, Genk, om daar het warme water boven te halen en de verwarming te doen met warm water. Dat zijn wetenschappelijke cijfers allemaal. Dat zuig ik nu niet aan mijn duim. We hebben daar heel goede gesprekken mee gehad met een directeur. Er waren heel wat mensen aanwezig. En ik hoop dat het gemeentebestuur daarin een verantwoordelijkheid neemt. En dat we er eens, dat we samen eens kunnen horen wat dat de directeur van de Vito te zeggen heeft daarover. Wat dat hem te bieden heeft. En dat we daar een debat kunnen over hebben. Als we allemaal kennis van zaken hebben. Schepen van Hoof. Ja, Koen, ik ga me in eerste instantie beperken tot de vraag die je gesteld hebt en schriftelijk overgemaakt hebt. Ik denk dat je gelijk hebt als je zegt van ja, je kunt puur technisch het gedeelte Guido Gezellenstraat loszien van de geothermie en je kunt dat bijvoorbeeld met pellets regelen. Maar ik denk toch dat je daar eerlijk in moet zijn en dat je, wanneer dat je een warmtenet aanlegt, of een deel van een warmtenet, dat je toch, zeker hier in Mol, de intentie moet hebben op lange termijn om dat op warm water uit diepteboringen te zetten. Dus ik zou dat daar persoonlijk niet van loszien. Dus ik denk dat we het project van die diepteboring, dat we dat inderdaad van heel dichtbij moeten opvolgen. En we volgen dat ook al anderhalf jaar van heel dichtbij op. Wij hebben als gemeentebestuur ook al onze warmtevraag het voorbije anderhalf jaar al doorgegeven. Bijvoorbeeld aan de mensen van Vito, aan EANDES. Maar ik moet daar toch nog even bij zeggen dat er toch nog wat hiaten in het verhaal zijn. Ik denk één, dat het regelgevend, het wettelijk kader, nog niet compleet is. En ik denk dat wij als gemeente pas kunnen instappen als de structuur die op poten gezet wordt, als die glashelder wordt, dat wanneer dat alle verantwoordelijkheden volledig uitgeklaard zijn, wanneer dat de business case, want dat is heel belangrijk, wanneer dat de business case rond is. En ik denk dat we dan stappen kunnen zetten. En ik hoop dat we de komende weken stappen kunnen zetten. Maar ik heb u ook het woord verantwoordelijkheid horen uitspreken. Verantwoordelijkheid om in te stappen in de geothermie. Maar ik denk ook dat wij als gemeente de verantwoordelijkheid hebben om pas in te stappen wanneer dat alles uitgeklaard is, wanneer dat wij een model krijgen te zien dat voor ons transparant is en glashelder is. En dan hoop ik, samen met u, dat we daar inderdaad stappen in kunnen zetten. Burgemeester? Koen, Paul heeft dat al terecht aangehaald, hè. Ik denk dat we allemaal fier mogen zijn dat dit project zich hier ontwikkelt. Maar het uitrollen van het net, dat vergt toch heel wat onderzoek. Er moet nog een heel businessplan komen. En dat is er op deze moment volgens mij niet. Ik hoor u ook zeggen, Dessel heeft intentie uitgeschreven.
Absoluut niet. Ik heb vandaag met mijn collega nog erover gesproken. Zij zijn dus zelfs nog niet gecontacteerd. En een intentie is natuurlijk één. Als wij hier de vraag stellen, moeten wij erom participeren? Ja, ik denk dat wij allemaal volmondig gaan zeggen, ja, dat is nogal logisch, dat is een intentie. Maar dan zal de discussie zijn, en dat begrijp ik wel uit uw suggestie, dat men zegt, wij moeten over een aantal dingen gaan discussiëren. Dat regelgevend kader is niet onbelangrijk, hè. Ik ga u één vraag stellen, zeer concreet. Iemand sluit binnen x aantal jaren aan op dat net, kan zijn rekening niet betalen, mag hij onmiddellijk afgesloten worden? Of vindt jij dat er toch een sociaal net moet zijn zoals dat nu bij gas en elektriciteit gebeurt? Wat, als ik je nu spontaan die vraag stel, wat antwoord jij dan? Niet betalen, onmiddellijk eraf? Of niet? Maar dat is één praktische... Nee, ik kan u die vraag moeten zelf niet op antwoorden. Maar dat is voor mij wel heel belangrijk. En dat is totaal niet geregeld. Naar prijszetting is er niks geregeld. En zeggen, ja, we moeten daar niet aan verdienen. Ja, ik denk dat dat ook de core business van Vito niet is. Maar het zal wel gaan over het uitrollen in een businessplan van dat net. En ik begrijp ook dat een aantal partners, zoals scholen, zoals de kliniek, rusthuizen, geïnteresseerd zijn. Dat is goed dat ze dat doen. Het grote verschil met een openbaar bestuur is... dat indien wij die netten hier moeten gaan aanleggen in ons centrum, dan hoop ik dat iedereen goed beseft wat dat betekent. Dat betekent gans het centrum openleggen. En een van de grote vragen die je als bestuur toch moet stellen is, wie gaat die kosten dragen? Daar is nog niks voor geregeld, hè? Want er gaat een partner moeten zijn, en ik begin te vermoeden dat we nog een andere Chinees zullen moeten aanspreken, dat we weer niet gaan toekomen, dat gaat een massa geld kosten en dan zal iemand dat moeten betalen. Dat zal iemand dat moeten betalen. En bij nutsmaatschappijen werkt dat nog wel iets anders. Hè. Als wij van de VMM subsidies krijgen voor riolering, is dat voor de riolering en een bovenbouw betalen wij. Hè. Voor pitpijs nog een andere structuur. Hier is geen structuur. Dat moet allemaal uitgeklaard worden. En moeten we dat uitstellen, dan moeten we niet uitstellen. Maar een engagement aangaan, dat betekent toch dat je inderdaad weet, als je als gemeente met heel wat gebouwen zegt, wij willen erop participeren, dan zal het toch logisch zijn dat onze techniekers de vraag gaan stellen, wat betekent dat, wat moeten wij hier aanpassen, hebben wij voldoende debiet, een gebouw zoals dit verwarmen, gaat dat lukken? Ik durf daar niet op antwoorden, en dat zal Vito ook nog niet beantwoorden. Maar vooral dat Vlaams kader... In de businessmodellen die men nu terecht ontwikkelen, had men tot een paar maanden geleden ook een financier, een privéfinancier, die ondertussen heeft afgehaakt. En waarom heeft hij hem afgehaakt? Omdat hier totaal geen wettelijk kader bestaat. En moeten we dat nu leuk vinden of niet leuk vinden? Dat kan goed zijn, maar men zal op Vlaams niveau dringend dat kader moeten creëren. Want er is, rond de distributie warmtenetten, bestaat er helemaal niks. Dit is eigenlijk... wat dat betreft een beetje de Far West. En dat moet er zijn, dat is toch vrij logisch. Ik denk dat het goed is dat wij regelgeving hebben op Vlaams niveau, dat het een regulator is voor gas, water, noem maar op, alle belangrijke energie. Dat gaat voor dit ook zijn, dat zou toch moeten zijn. Spreekt het een het ander tegen? Nee, absoluut niet. Maar ik vrees een klein beetje dat in het tempo waarin men wil gaan, dat wij als besturen daar niet klaar voor zijn. Want dat gaat heel veel geld vergen. En ik hoor u daar spreken over die derde put. Heb jij de vraag gesteld of de financiering rond is? Is ze rond, de financiering? Denk het niet. Denk niet dat ze rond is. Men moet daar ook financiers voor zoeken. Omdat uiteindelijk ook naar Vito, we zijn misschien in het werk geleverd, zal er ook een einde aan de rek zitten. Zij zijn geen exploitatiemaatschappij. Ze gaan dat niet kunnen commercialiseren. Zij doen wetenschappelijk onderzoek. En dat is prima dat dat gebeurd is. Maar die derde boring, ik ken de plannen. Maar ik denk dat er geen financiering daar staat op deze moment. En die zal men ook moeten gaan zoeken. En dan zult je het moeten gaan uitrollen. En concreet, ja, men heeft nu een kader dat men zegt van kijk, we gaan de site Vito doen. En Jannes zal dat gaan doen. Dat is heel goed. Dat is een eerste experiment. Maar dat uitrollen over gemeenten... laat dat voor ons een doel zijn, maar vergeet niet, voor openbare besturen, op deze moment zit er in onze meerjarenplanningen niks in. Hè? Dat betekent, we zullen moeten gaan nadenken. Wanneer gaan we dat doen? Wanneer is dat haalbaar?
wat gaat dat kosten, wat moeten wij doen, wat moeten we niet doen. Dat ze allemaal moeten berekend worden. Dus begrijp me niet verkeerd, ik vind dat we inderdaad, en ik denk dat heel de raad erachter staat, daar moeten voor gaan. Maar ook moeten weten waar we ons in engageren. Zoals elk bedrijf dat zal doen. Elk bedrijf dat geïnteresseerd is, vraagt nu, wat gaat me dat kosten? Wat moet ik gaan doen? Is er voldoende debiet? Dat zal me wel berekenen. Daar twijfel ik niet aan. Maar voor een gemeente, zoals Mol en Dessel, zal het een ander verhaal zijn. Hoe gaat men dat aanleggen? Want ik ken ongeveer de raming die men citeert, wat dat gaat kosten. Alle locaties die jij ook nu vermeldt, zijn allemaal locaties die in ons centrum liggen. En als ik die locaties in kaart breng en weet dat hier het centrum moet opengebroken worden, we zullen geen eieren kunnen bakken zonder schalen te breken, maar wees er dan van overtuigd dat we met gigantische werken gaan zitten, met gigantische verkeershinder, met gigantische praktische problemen, maar die zijn er om over te worden. Maar zeggen we gaan eens tegen november beslissen dat we dat gaan doen. Ik denk dat we dan goed zullen moeten nadenken wat onze intentieverklaring gaat inhouden. Want ik denk dat dat niet heel realistisch is. Maar dat moet niks wegdoen of afdoen van het enthousiasme om dat project wat ze hier lokaal hebben ontwikkeld, om dat te steunen. Maar we gaan moeten zien wat is de realiteit, wat is het kader en wat betekent het voor de mensen. Het is niet onbelangrijk dat je weet wat gaat de prijszetting zijn. Wie gaat dat regelen? We hebben nu een regulator, maar dat bestaat er niet voor die sector. En dat moet er dringend zijn. Allee, er is wetgeving nog heel wat werk. En dat zal ook heel belangrijk zijn voor mensen die gaan investeren, om te weten, dit zijn de spelregels. En die zijn er nu nog niet. Dus ik denk dat we allemaal dezelfde richting uitgaan, maar dat de weg die we nu moeten bewandelen, dat we daar misschien toch nog wel moeten over nadenken. Is dat de goede weg en is hem realistisch? Ja, dank u. Nu, ik heb de indruk, het engagement dat gevraagd wordt, is niet het engagement om deel te nemen direct. Dat is om erover te spreken, om te onderhandelen erover. Ik denk dat het belangrijk is, de taak van de gemeente is ook, om daar, laten we zeggen, een faciliterende rol in te spelen. Om mensen samen te brengen, het VITO samen te brengen, met EANDES, met andere privépartners eventueel, om erover te spreken. Ik begrijp heel goed, dat is niet iets dat binnen dit en een half jaar geregeld is. Er is inderdaad geen wettelijk kader. Maar als iedereen alles voor zich uitschuift, ja, dan komen we er niet, hè. Dan gaan we nergens komen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we aan werken en dat we fier mogen zijn dat we dat water hier beneden zitten hebben en dat we er kunnen aan beginnen. En dat is niet voor 2018, hè, want inderdaad, de meerjarenbegroting laat dat niet toe. Maar ik ben ervan overtuigd, als er nu over gesproken wordt, dan is dat voor te beginnen in 2019 of 2020. Hè. Maar dat zegt de directeur van het VITO ook. Die zegt, als we nu beginnen met een warmteketel te zetten hierachter Guido Gezellestraat, dan wil ik binnen 5 jaar dat resultaat zien in verband met een geothermieproject. Dus binnen 5 jaar, als ze daar volgend jaar beginnen bouwen, die bouwen zijn klaar in begin 2018, ja, dan zitten we de geothermie voor 2023, dan is de volgende legislatuur al bijna gedaan. Maar ik wil maar zeggen, we moeten daar nu wel mee beginnen over denken en over te praten. Het is niet dat wij het enige buurt zijn, de enige regio zijn waar ze dat water hebben. Hè. Dus er zijn heel wat regio's, er zijn landen, die draaien op geothermie. He, dus als je Denemarken en IJsland, dat is bijna 100% geothermie, he, daar is niks anders. Dat is allemaal warm water dat er grond gehaald wordt. Dat is, ik spreek hier niet over fictie, dat is realiteit in andere landen. En we mogen content zijn dat we hier dat warm water zitten hebben, want in Oost-Vlaanderen gaat dat niet, in West-Vlaanderen gaat er ook niet, want dat hebben ze daar niet. Dus ik vind dat de taak is van het gemeentebestuur om daar een initiatief in te nemen. En daarom zou ik graag willen dat de voorzitter van het VITO dan een keer komt uitleggen aan ons, dat hem iedereen zijn komt overtuigen van zijn visie en de mogelijkheden die er zijn. Schepen Schoofs. Ja. Koen, ik heb nog even het woord gevraagd, want je zegt in uw betoog, het wordt tijd dat we toch eens gaan samenzitten.
Ik wil dat toch wel eens even sterk bijkruiden. Wij hebben al heel wat samengezeten. Het is potverdorie al gedurende meer dan een half jaar dat wij op frequente basis met die mensen aan tafel zitten. Zowel met de mensen van Vito, als met de mensen van Neanders, als met de mensen van IOK. Ja? Maar laat mij duidelijk zijn, wij willen wel mee marcheren. Maar er zijn zoveel vragen, de burgemeester heeft net opgelijst, waar dat nog een juridische leemte is. Ja, wij willen toch wel naar ons burgers toe een duidelijk kader creëren als men geïnteresseerd is. Nu, aan ons zal het zeker niet liggen, hè? Collega Van Hoof, ikzelf, burgemeester, we hebben op zeer regelmatige basis met al die mensen samengezeten. Dus nu doen alsof dat wij hier nog niks gedaan hebben. Ik vind dat toch wel een brug te ver. Het wordt tijd van die mensen eens uit te nodigen. Ik denk dat jullie nu ook allemaal als gemeenteraadsleden de uiteenzetting gehad hebben. Wij hebben ook al met een aantal mensen van het college ter plaatse geweest. We zijn naar de inhuldiging geweest. We zijn een bedrijfsbezoek gaan brengen. We zijn naar de boortoren gaan kijken. We hebben dat allemaal gedaan. Dus zeggen dat wij hier nog geen stappen gezet hebben, dat is niet correct. Hè? Als ik daar mag aanvullen, ook samen met IOK, hè? Ook samen met IOK hebben we er overleg over gehad. Maar er zijn zoveel vragen, Koen. Allee, ik ga een van de zaken... Ik heb een eerste concrete vraag stellen, toe een tweede. Wat gaat uw houding zijn, of uw fractie, als we op een gegeven moment verkavelingen hebben, dat wij al dan niet gaan zeggen tegen de mensen, en je zult die vorm van energie nemen, en je kiest er niet meer. Gaan we dat opleggen? Ik denk dat het moet over gediscussieerd worden. Ja, maar ik wil maar zeggen, dat is toch een vraag, waar soms gezegd wordt, als we dat aanleggen, dan zal dat moeten en dat zal het zijn. En ik zie nu, gaan wij als onze burgers zeggen, geen keus meer. Hè? Als dat niet dat duur, doe jij. Als dat niet duurder is. Ik weet dat niet. Waarom niet? Ja, want dat gaat niet. Dat niet. De bedoeling is dat het niet duurder is dan de rest. Ik hoor het u graag zeggen. Maar, ik denk, Koen, dat engagement vanuit de gemeente zeker aanwezig is. Of bereidheid tot samenwerking. En dat daar verder nog heel wat stof zal over komen. En je gaat er zeker nog van op de hoogte gebracht worden binnen deze raad. Maar, okay. Mag ik daar ook nog iets over zeggen? Tuurlijk, Piet. Dus nu is het momentum er. Het experiment is bezig. Het wordt afgerond door Vito. Zo heb ik het toch begrepen. U zegt, wij hebben ook of wij willen dat engagement als bestuur doen. Is niet het moment om dan effectief serieus op te lijsten wat er nodig is aan regelgevend kader? Dat echt op te lijsten en daarmee naar de Vlaamse regering te stappen? Maar die zijn daarmee bezig. Oké. Dus die opleisting is gebeurd. Ik kan u zeggen dat er de laatste maanden tientallen decreten zijn gestemd in het Vlaams parlement. Onder andere over het aanwenden van warm water uit de diepte. Dat was geen wettelijke regeling voor. Ik geef een ander probleem. De burgemeester heeft er ook al een aantal opgesomd. Eandis is tot nu toe altijd onze energiebevoorrader geweest, hè, distributienetbeheerder geweest. Ze hebben een opdracht voor elektriciteit en gas. Voor water hebben ze dat niet. Hè. Dus allee, dat zijn juridische problemen. Hè. Ze hebben met ons akkoorden op welke basis dat zij gemachtigd zijn om in onze ondergrond te werken. Want ze zitten in een openbaar domein te werken. Voor gas en elektriciteit, maar niet voor een warm water. Dus dat zijn allemaal problemen die moeten opgelost worden. We hebben tal van problemen opgelijst, vragen opgelijst, en die mensen bij huiswerk naar huis gestuurd. Maar dat zijn zaken die moeten geregeld worden op een ander niveau. Dat kunnen wij gemeentelijk niet. Dus wij staan echt te trappelen van ongeduld om mee te werken. Maar het is niet zo evident. En laat ons eerlijk zijn, vanuit de openbare sector, lokaal, hebben wij denk ik iets meer voeling van welke problemen zich kunnen voordoen dan de mensen van Vito. En dat is een spanningsveld, ik begrijp dat, maar alle partners moeten bereid zijn, denk ik, om stappen te zetten totdat we effectief kunnen starten. En dat geduld, ja, dat moeten we nu eenmaal opbrengen, allemaal. Goed, daar wordt zeer intens aan gewerkt, twijfelt daar niet over. Maar beslissingen zullen later genomen worden natuurlijk. Oké, Koen. Puntje 41 dan. En dan komen we terug bij Hans. Hans, dag van de trage weg. Aan u het woord. Ja, het heet de dag van de trage weg, maar het is blijkbaar twee dagen. Op 15 en 16 oktober van 2016 is het dag van de trage weg. Mij lijkt dat een uitgelezen kans om de trage wegen en de buurtwegen in onze gemeente onder de aandacht te brengen.
Een aantal van deze wegen heeft de laatste jaren, omwille van verschillende omstandigheden, wat van hun gebruikers verloren. Zo zijn er onder andere voorbeelden van buurtwegen die jarenlang werden afgesloten, maar die nu, na een gerechtelijke procedure, officieel weer werden opengesteld. Omdat ze jarenlang niet gebruikt konden worden, zijn de inwoners deze wegen soms vergeten. Toch kunnen ze bijdragen tot onder andere verkeersveiligheid. Het zijn vaak alternatieve veiligroutes voor wandelaars, fietsers en andere trage weggebruikers. Kan de gemeente deze trage wegen en buurtwegen opwaarderen? Er zijn voorbeelden uit andere gemeenten over van hoe dit zou kunnen. De paadjes bijvoorbeeld de naam geven. In onze gemeente hebben we zo het Charles Coolspad bijvoorbeeld. Verkeersborden plaatsen. Het bord van de doodlopende straat met daar de fiets en de voetganger bij, die dat aangeven dat het wel gebruikt kan worden door fietsers en voetgangers, dat het daarvoor niet doodloopt. Een wandeling organiseren die langs daar loopt, het opnemen in de wandelknooppunten enzovoort. Gaat onze gemeente initiatieven nemen om de trage wegen in onze gemeente onder de aandacht te brengen tijdens de dag van de trage weg? Schepen van Hoof. Hans, je hebt er zelf al naar verwezen dat wij de voorbije jaren wel wat inspanningen gedaan hebben om de bestaande trage wegen, om die open te houden of terug open te krijgen. Ik denk dat dat onze eerste taak is en dat we daar de voorbije jaren toch wel de nodige tijd en moeite terecht hebben ingestoken, ook met het gewenste resultaat. Dus dat denk ik één, dat we dat moeten blijven doen. Ten tweede is het zo dus dat wij bij nieuwe verkavelingen, bij nieuwe bedrijventerreinen, altijd kijken van kijk welke mogelijkheden naar trage wegen of naar doorsteken zijn er. Hè? Zowel voor de voetganger als voor de fietser. Ik denk daar bijvoorbeeld aan de IOK-verkaveling Gompeldijk, waar wij gevraagd hebben om een trage verbinding te voorzien of een doorsteek te voorzien met de jachtweg langs het kanaal. Ik denk dat bijvoorbeeld nu op dit moment de verkoop van de site van der Hooidonk dat misschien een optie is om daar naar de jachtweg een doorsteek te voorzien. Dus ik denk dat we dat in het verleden al gedaan hebben, dat we ook in ons RUP-centrum voorzien hebben, dat we tussen het centrum van Mol en onze wandelweg en de meet, dat we daar de doorsteken opwaarderen. Maar ik denk dat je inderdaad gelijk hebt als je zegt van kijk, ja, wat doen we actief naar het promoten van die trage wegen? Wat is daar al gebeurd? En ik moet zeggen dat daar eigenlijk te weinig rond gebeurt en dat we daar dringend een tentje moeten bijsteken, zodanig dat we aan onze burger en onze burgers eigenlijk kunnen zeggen van kijk, die en die en die locaties die ze misschien nog niet ontdekt hebben of vergeten zijn door, zoals jij ook stelt. Dus ik denk dat we daar naar sensibilisering inderdaad een tentje bij moeten steken en we zijn daar eigenlijk achter de schermen ook al wel mee bezig. Of dat per se met de dag of het weekend van de trage weg moet, dat weet ik niet. Maar het is absoluut wel de bedoeling om die trage wegen en buurtwegen in de toekomst meer in de picture te zetten en daar acties rond te voeren. Oké, Hans. Kan ik daarvan op de hoogte worden? Ja, goed. Oké. Okay. Goed. Puntje 42 en dan komen we terug bij raadslid Van Geel, vervanging borduur Slachthuisstraat. Jan, aan u het woord. Ja, op maandag 20 juni werden bij ons in de straat een deel van de borduurs opgebroken. De bewoners werden daar niet op voorhand van verwittigd. S'morgens werd er gebeld en dan werd er gewoon gezegd, in een uur kunnen nu mee op een oprit op. Dus als je nog iets moet wegdoen, of een auto of zo, gelieve die nu te verwijderen. De mensen die werken waren, en die had tegenslag, want die kwamen s'avonds thuis en die konden mee op de oprit. Er werd toen gezegd dat zo snel mogelijk terug zou hersteld worden. Maar op het einde van de week hebben we zelf moeten bellen om te vragen of dat ze tenminste op de oprit, die je graag terug dicht deed, dat je terug op de oprit kon. Dan is er op 1 september, zijn ze dat komen terugmaken. Maar ze hebben dat eerst die ijzers in de grond komen steken, waar ze die beton moeten tussen gieten. Opnieuw werd niemand niet verwittigd, dus opnieuw werd die graag terug opengemaakt op de oprit. Dan vrijdags gebeurde er eigenlijk niks. En maandags hebben ze dan die beton er komen ingieten. En ook de asfalt afschrapen. Op vrijdag 9 september, om 8 uur 's morgens kregen wij een brief. Iemand ging over straat, stak overal een brief in van hallo, straks gaan we de straat afvrezen, dus dan kunnen we hier door de straat. Eigenlijk dezelfde dag dat gebeurde, want ondertussen waren ze de machine al aan het opstarten. Ik vind dat raar van communicatie.
En dus mijn vraag is, hoe komt het dat je aannemer wel één dag tijd heeft om de boel af te breken en dan 2 maanden geen tijd om dat terug te herstellen? Eigenlijk heeft het maar 2 dagen geduurd om die borduur terug te herstellen. Zijn er regels eigenlijk op de gemeente tegen het lang stilleggen van werken of het slecht communiceren? Wat zijn de gevolgen hier eigenlijk voor die aannemer? Want volgens mij heeft hij een fout gemaakt. Wat zijn de plannen van de gemeente om dat in de toekomst te vermijden? En dan een vraag die ik gehoopt had niet te moeten stellen, maar wanneer komen ze die oprit te maken? Vandaag zijn er nog altijd huizen waar dat de steenpuin voor ligt. De borden dat je er niet mee mocht wegens te werken, die staan er nog altijd. Wanneer worden die eigenlijk opgerommeld? En er stond ook geen bord van de, met de gegevens van de aannemer, waardoor dat we eigenlijk de aannemer konden contacteren om te zeggen van, hey, hoe zit dat hier? Wat, ja, geen bord. Schepenschoofs. Misschien toch even de werken situeren. Dus we hebben dit werk in 30 straten. Hè. Dat is een herbestrijkingsproject, onderhoudswerken, asfalt. Dus het gaat over een vrij omvangrijk werk. En wij hebben in het bestek opgenomen dat de aannemer verplicht is om in een brief de mensen op de hoogte te brengen bij de, voor de aanvang van de werk van de 30 straten. En dat zij dan nog een tweede brief moeten bussen 2 dagen vooraf aan de effectieve aanvang in de werken, van de werken in hun straat. Misschien toch ook nog even kaderen. Wij hebben zoveel mogelijk de werken gepland natuurlijk in de zomerperiode, de lente, de zomer. Waarom? Omdat asfalt gegoten wordt of mag gegoten worden bij een minimum temperatuur van 10 graden. En dat dus de asfaltcentrales sluiten ongeveer in oktober. Wij proberen dat ook zoveel mogelijk te bundelen, die werken. En wij maken dankbaar gebruik daarvan of daarvoor van het, de zomervakantie. Maar natuurlijk, daar zitten we dan nog eens met verlof van de bouw. Nu, het is zoals gezegd, op maandag 20 juni is de aannemer gestart met die slembestrijking en hij is die ochtend al vrij snel moeten stoppen omwille van de regen. Dus de werken zijn dan geschorst. Dat klopt, dat is ook door ons mensen vastgesteld, dat is in overleg met onze werfopzichters gegaan. Nu, de werken waren eigenlijk aangevat reeds eerder. Het aanvangsbevel was reeds eerder gegeven. U weet dat juni een zeer, zeer natte maand is met aanhoudende regen. Dus wij hinkten al op dat moment 2 weken achterop op de timing. En dus door het regenweer is eigenlijk die slemploeg die vrij kwam, werd reeds op een ander werk gezet. Men heeft de boordsteen dus nog opgebroken. Hè? Dus dat hebben we samen kunnen vaststellen. Aangezien deze werkzaamheden weinig tot geen hinder veroorzaakten, ik denk dat dat ook beperkt is. Trouwens, normaal gezien moest ook de borduursteen vervangen worden door minder hindersteenslag, waardoor alle woningen bereikbaar zijn. En daar is inderdaad een fout gebeurd door de aannemer. Hij heeft dat niet tijdig gedaan. En na een telefoontje van de mensen hebben wij dat op het einde van de week bij de aannemer gemeld, dat hij dat dus verzuimd had. Dus die zijn nog dezelfde week met steenslag gedicht. Dat is alleszins een fout van de aannemer. Nu, de Slachthuisstraat stond op de planning om vrijdag 8 juli geasfalteerd te worden. Dus laat ons zeggen, een 2-tal weken later. Maar daar hebben wij natuurlijk door het slechte weer van het voorjaar en dat is belangrijk, bijkomend, de onvoorziene werken in de andere straten, is het niet gelukt dat de aannemer dat nog heeft afgewerkt voor het bouwverlof. En dan was er natuurlijk de interferentie van de werken met de Molderdijk en Kruisven. Werken die gepland werden heel bewust in de zomervakantie, waar wij ook voorrang hebben aangegeven omwille van de nabijheid van de school op Kruisven.
En de Molderdijk, dezelfde reden, die moest natuurlijk toegankelijk zijn terug per 1 september. De Slachthuisstraat was een omleidingsstraat. En de reden dat wij dus die werken op dat moment niet hebben terug laten aanvangen, is duidelijk. De Slachthuisstraat moest als omleidingsstraat kunnen gebruikt worden. Dus ik denk dat daar een evidentie in zit. Nu, de werkzaamheden voor de boordsteen zijn aangevat terug, normaal gezien, 5 september. Er is een bijkomende bewonersbrief ook gebust. Over die borduur, hè? Ja, die is op 1 september bedeeld. Toch niet bij ons in de straat, dan? Dat is mij alleszins gemeld. Nu, dat is ook een heel moeilijk iets. Het is heel moeilijk. Een brief gehad. Ja, laat even. Ja. Het is heel moeilijk voor ons mensen om de bewonersbrieven natuurlijk te controleren of het hier in de bus zit bij de mensen. Wij moeten daar ook op de goedwil van een aannemer beroep doen. Onze werfleiders maken ook de aannemer permanent attent op zijn verplichtingen ter zake. En inderdaad, sommige aannemers zijn daar wat slordig in soms. Dat is een vaststelling die we al een paar keer hebben moeten doen. Nu, de aannemer is alleszins op zijn fout gewezen. En dus het laatste deel van het werk zal gebeuren op 19 september. Jan, maar dat wat het relaas van de werken betreft. Nu, u heeft zelf aan de gemeente gevraagd, per mail, wanneer er werd verder gewerkt. U heeft daar een mail voor gestuurd op 20 juli. U heeft daar een antwoord gekregen namens het gemeentebestuur door de secretaris, waarin hij duidelijk heeft gezegd dat die werken niet konden hervatten omwille van. Hè? U was ook op de hoogte, we hebben uitvoerig gecommuniceerd, denk ik, dat er voor 1 september niet kon begonnen worden, omwille van de reden die ik u net heb opgezond. U heeft dat dan wel naar de pers gebracht op dat moment. En mijn vraag is, heeft u ook aan de pers gemeld om welke reden dat we per 1 september of voor 1 september niet konden beginnen? Ja, Hans. Maar daar heb ik niks van gelezen in uw persmededeling. Hans, maar u moet eerlijk zijn. Hè? Ja, maar mag ik dat... Ja. Heb je dat gemeld aan de pers, ja of nee? Ja, Hans... Ja, maar heb je dat gemeld aan de pers, ja of nee? Ik heb de borduur. Ja, maar heb je het gemeld, Jan? Dat is mijn vraag. Nee, je hebt het niet gemeld. Hè? Ja, dat heb je niet gedaan. Dat ze die asfalt niet kunnen leggen voor de 1 september, want... Ja, maar je waart op de hoogte, Jan. Je waart op de hoogte, dat is u gemeld per mail. Ja. Ik heb hier de mail. Met de borduur. Dat is u gemeld dat wij niet konden aanvatten omwille van het feit dat de Slachthuisstraat moest gebruikt worden als omleidingsstraat. Dat is u gemeld. U gaat in augustus naar de pers en u gaat zeggen... Ze hebben hier verzuimd om de straat verder af te werken. U maakt geen melding van de berichtgeving die door de secretaris is gegeven. U maakt daar geen melding van. U maakt bovendien geen melding van het feit dat u gemeenteraadslid bent. Ik vind dat deontologisch... Jan, ik vind dat deontologisch niet kunnen. Wij worden hier gebeld door de pers. Die zijn hier komen interviewen. De burgemeester heeft dat, de verklaring nog eens herhaald. Wat u trouwens al gemeld is geweest. En die zeggen ons... wij werden door een buurtbewoner gecontacteerd... Ik heb hem zelf, we hebben zelf attent moeten maken op het feit dat u gemeenteraadslid bent en dat u op de hoogte gesteld bent van die informatie. Ik vind dat deontologisch niet correct, Jan. En dat er fouten gebeurd zijn, dat wil ik toegeven. Onze mensen maken elke dag fouten als ze 30 straten moeten coördineren in de zomer. Maar als u bewust of niet bewust informatie achterhoudt voor de pers, ja, en het gemeentebestuur beticht van geen werk te maken van het verder afwerken van die straten, terwijl u heel goed weet dat dat als een omleidingsstraat moet gebruikt worden, dat vind ik kort door de bocht en dat vind ik deontologisch niet correct. Hans, bij mij gaat het over die borduur. En die borduur hadden ze elke dag kunnen maken. Dat klopt, Jan. Ja. Mijn betoog ben ik begonnen met te zeggen, die borduur, daar hadden ze niet meer moeten aan beginnen. Maar ik had op de pers... En ik heb gezegd dat ons mensen fouten gemaakt hebben. Maar ze kijkt toch eens in eigen hart. Kijkt zelf eens in uw eigen gedachtegang. Je hebt verzuimd om die informatie te geven. Bewust of niet bewust, deontologisch niet correct, Jan. Maar sorry, en daar neem ik geen woord van terug. Ik heb nergens in de pers gezegd over die asfalt. Nergens gaat over die asfalt, het gaat over die borduur. Jij wist heel goed dat die werken
samen werden aangevat terug na 1 september. Dat wist jij heel goed, Jan. Dat staat zwart op wit in de mail. En je hebt dat niet gedaan, ik vind dat niet correct. Je hebt bovendien gedaan alsof je als buurtbewoner daartussen kwam. Je bent gemeenteraadslid, je beschikte over informatie als gemeenteraadslid en die gaat je niet aanwenden. Ofwel zijn de schizofreen, ofwel zijn de gemeenteraadslid. En dan neemt u verantwoordelijkheid op en dan gaat dat deontologisch correct afvallen. Het ging over je borduur en niet over je asfalt. Die had ze gewoon de week erop opnieuw die borduur kunnen... Zaten ze zelfs het materiaal daar liggen en dan zijn ze achter bouwverlof komen halen omdat ze daar eens anders nodig hebben. Jan, alle borduurs zijn hersteld met minder hinder. Te laat, geef dat toe, 5 dagen te laat. Dat had 5 dagen eerder. Nee, niet 5 dagen, maar twee maanden die opritten waren perfect toegankelijk. Met minder hindersteenslag. Ja? Dus daar ligt het niet aan. Hè. Maar nu ligt dat nog vol met steenpuin. Ja, de aannemer is bezig. En dat zal afgewerkt worden. Zijn we dat vandaag niet? Dat wordt allemaal afgewerkt. Zit allemaal in de planning. 19 september. Ja, dat zijn we toch vandaag. Dat is het laatste dat we dat moeten doen. Vandaag, maar dat moet gebeuren na de slijmlaag. Hè? Dus dat zal allemaal in volgorde in planning opgenomen zijn door de aannemer. Maar ik blijf erbij, ik heb over die asfalt niks gezegd tegen de pers. Ik heb het over die borduur gehad en hij heeft meer dan 2 maanden stil. Dat hadden misschien eerlijkheidshalve wel beter gedaan, ja. Maar nergens in de pers of in dingen op RTV gauw het over die asfalt. Dat maak ik net op net op, dat al die werken hadden uitgevoerd, dat die uitgevoerd werden, dat wist je. En dat heb je verzuimd om te melden. Je hebt gezegd, de gemeente komt hun verplichtingen niet na, die komen we wel na. We hebben u de dag zelf op de hoogte gebracht van de ware toedracht, waarom die werken niet uitgevoerd. Ik heb de gemeente nergens niet genoemd in dat persbericht. Wie hebben dat wel vermeld? De aannemer, ik heb wel vermeld. En in wiens opdracht werkt die, denk je? Dat weet je toch ook, hè? Waarom stelde dan hier de vraag? Nee. Waarom stelde dat hier de vraag? Ja, ik vraag toch, wat zijn de consequenties voor die aannemer? Ik kan naar die aannemer niet gaan, want ik heb er niks tegen te zeggen. Ik heb u gezegd dat de aannemer op zijn vingers getikt is. En dit zal nog een vervolg krijgen, Jan. Ja. Wij gaan dat zeker, ik ga dat persoonlijk ook nog verder opvolgen. Ja. Maar die aannemer had 30 straten, ja? En als wij vragen, en dat is ook een stuk goedwil van een aannemer, hè? Dus dat is geven en nemen op een werf. Hè? Als wij vragen, als die straat een omleidingsstraat is... Ja. Ja, en hij heeft weerverlet gehad en hij komt met zijn planning door het weerverlet in de problemen, dan is het ook goedwil van de aannemer om te zeggen, ik ga die werken voor jullie pas in september uitvoeren, terwijl hij klaar stond in augustus. En daar heel zijn planning moet ook voor omgooien. Hè. Dat is geven en nemen op een werf, hè, Jan. Het is gemakkelijk om te zeggen, maar je wist het en je hebt het niet gezegd tegen de bewoners. Had je borduur op de 1 september kunnen komen openbreken, hè? Hij had. Ja, als je verlof was van een bouw, had hem ook in een bouw kunnen doorwerken. Maar dat is nu helemaal een wetmatigheid, ja. Jan. He? En wij hebben 30 straten die hij moet doen voor ons. En hij kan overal niet tegelijk zijn. He? Nee, maar ergens beginnen en dan stoppen en dan weer samen verder. Ik heb het niet gezegd. Maar dat ging over die borduur. Je zei naar de pers. Ik ging over die borduur. Ja, zo kunnen we het wel uitgelegd. Ja, jij ook. Ja. Goed, Jan. Ik stel voor dat we dat punt afronden, want we blijven ieder bij zijn gelijk. Maar allez, ik denk dat de schepen toegelicht heeft waar er mogelijk iets is misgelopen. En in de toekomst moeten we daar meer aandacht aan schenken om dat te voorkomen. Goed? Voorzitter. Voorzitter. Ja, Koen. Heel kort nog even. Ik snap dat de schepen kwaad is en dat hem opkomt voor zijn diensten en zo, is heel normaal. Maar een ander raadslid schizofreen noemen, dat vind ik dan deontologisch erover. Goed, daar wil ik me wel voor verontschuldigen, maar ik denk dat duidelijk is wat ik wilde bedoelen. Hè. Ja. Als dat is een beetje spijkers op laag water. Ja. Burgemeester? Maar ik zou, voorzitter, ik zou toch... Laten we het even sereen verder zetten, mensen. Burgemeester is aan het woord. Voorzitter, ik zou toch willen suggereren dat we collegiaal hier afspreken dat indien... En dat is ieders een goed recht, iedereen moet doen wat hij denkt dat hij moet doen. Maar ik vind wel dat we deontologisch allemaal, alle 31, wel moeten zeggen in welke hoedanigheid dat we dat doen. En ik neem u niks kwalijk, Jan, maar de mensen van RTV waren wel verbaasd dat je raadslid waard. En ik vind dat niet erg, hè? Dus ik kan er allemaal mee leven. Maar ze zeggen, ja, dat wisten wij niet. En ik vind dat belangrijk, dat is voor ons allemaal. Hè? Ik vind, je moet allemaal zeggen wat je zegt, maar... Zij waren er eigenlijk ook mee verveeld toen ze hoorden dat jij in de gemeenteraad zat. Ik heb geen probleem met uw bol. Ja, maar ik bedoel,
Ik bedoel dat nu constructief naar ons allemaal, laten we in de toekomst allemaal doen, om ook misverstanden met de pers te vermijden. Ik vind dat we allemaal moeten zeggen van, kijk, dat is mijn hoedanigheid. Goed, dan sluiten we dit puntje mee af dan. En dan komen wij bij puntje 43. Mia, we komen terug bij u in verband met problematische communicatie in verband met een wielerwedstrijd. Mia, nu het woord. Ik heb dat punt op de agenda gezet, omdat ik toch wel weet heb van verschillende mails die weergeven dat er een moeilijke communicatie geweest is rond de organisatie of met de organisatie van de wielerwedstrijd. En betrokken partijen die langs het circuit wonen. Nu, daar rond kunnen heel veel vragen gesteld worden. Maar ik denk dat dat een beetje na de feiten is. Want de wielerwedstrijd heeft gisteren plaatsgevonden. Nochtans, ik betreur het eigenlijk toch wel dat er geen werkbare oplossing gekomen is in samenwerking met die andere partijen. Ik neem aan dat die organisatie, dat je daaraan begint en dat je misschien iemand over het hoofd gezien hebt of mensen over het hoofd gezien hebt, maar van het moment dat daar reactie op komt, verwacht ik toch dat daar op een positieve manier mee gecommuniceerd wordt en niet dat die onder andere maar dan moet ik mijn bril vooraf zetten om dat te lezen. Een beetje geïntimideerd worden en zelfs bedreigd worden. Gekleineerd noem ik dat eigenlijk ook zo van, we zullen wel eens zien en zorgen dat je binnen dit en een jaar wel eens zou kunnen gedaan hebben met winkeltjes spelen. Het is een uitspraak van een van de mensen, niet van de schepenen, dat zeg ik erbij, maar toch wel een van de mensen van de VZW in oprichting. En dat vind ik toch wel allemaal zeer moeilijk. En ik denk als men dan over dit en een jaar nog eens zo'n wedstrijd wil organiseren, dan denk ik dat het dringend tijd wordt om vandaag, of nee, pak nu morgen, toch wel aan een positieve communicatie met die mensen te beginnen. Schepen van Hoof. Mia, ik kan natuurlijk maar heel gedeeltelijk op uw vraag antwoorden, aangezien dat ik natuurlijk als geen van mobiliteit niet in naam van de organisatie kan spreken. Maar wij vragen natuurlijk altijd wel aan de organisatie om de mensen op het parcours en de omgeving in kennis te stellen. En ik weet ook dat gebeurd is. Dus dat de mensen daarover aangesproken zijn, dat er brieven in de brievenbus gestoken zijn. Nu, wat hebben wij als gemeente gedaan? We hebben de verkeersmaatregelen goedgekeurd en we hebben die eigenlijk kenbaar gemaakt via de gebruikelijke kanalen zoals wij dat altijd doen. Ik ben gisteren ter plaatse geweest en volgens mij is dat gisteren allemaal heel vlot verlopen. Nu, u spreekt daar ook nog over een oplossing. Hè. Ik weet dat er een omleiding is aangeboden geweest. Ik weet dat dat zeker gebeurd is. Maar dat, ik denk dat voor de betrokkenen waarvan u citeert, dat hij dat niet nodig vond. Ik denk dat wij als gemeentebestuur eigenlijk gedaan hebben wat wij moesten doen. En mij kan natuurlijk niet in naam van de organisatie spreken. Nee, maar ik denk dat de communicatie vooral loopt naar de organisatie. Ik denk dat het minder gaat over die mobiliteit. Natuurlijk, het parcours, dat is de mobiliteit. En daar had misschien een ander parcours kunnen zijn, waardoor dat winkels die zondags open zijn, wel gewoon kunnen open blijven. Maar het probleem van de communicatie zit vooral naar de organisatie, de VZW in oprichting, waar ook de schepenen van sport bij betrokken is. Nogmaals, dat kan ik niet op antwoorden. Ik heb u daarin, in al die mails, komt u niet aan bod, daarin niet voor. Ik ben wel verantwoord voor de verkeersdienst en ik heb het verhaal wel van heel dichtbij bij opgevolgd. Ja. En ik weet zeker dus dat er een oplossing geboden is, maar dat de betrokkenen die niet wensten. Ja. Schepen, verdonk. Ja, ik ga hier natuurlijk hier nu niet op reageren, want ik zit hier als schepen. Maar ik wil u na de raad persoonlijk wel het verhaal doen, maar dan doe ik dat als Christophe Redonk, zoals u wel zelf aanhaalt,
als mede-organisator van die koers. Maar ik vind het niet gepast om dat hier in een andere functie te doen. Dus ik stel voor dat ik na de gemeenteraad u eventjes bijbrief. Maar ik wil hier wel zeer duidelijk zeggen dat de zaken die u aanhaalt, dat ik dat betreur als dat wordt gezegd. Maar ik zal u straks mijn persoonlijk verhaal doen. Goed. Ik denk, Christophe, dat er eigenlijk naar de betrokken mensen... Ik ga daar nu niet op reageren. Dus. Niet zozeer naar mij, maar eerder naar de betrokkenen een goede communicatie moet zijn. Hè? Nee. Ja, wel, ja, maar ik denk... Nee, maar ik denk dat de communicatie daar wel moeilijk zit. Goed. Maar na de raad kan u daar meer duiding over krijgen. Goed, puntje 45 dan. En dan zijn we terug bij Hans de Groof in verband met de hartveilige gemeente. Hans. Sorry, het vorige punt was inderdaad al behandeld. Er zijn al heel wat gemeenten in Vlaanderen die zich het label hartveilige gemeente konden toe-eigenen. En onze gemeente is daar op dit moment nog niet bij. We hinken hier nog een klein beetje achterop. Op dit moment zijn er in onze gemeente 7 geregistreerde locaties waar je een AED-toestel kan terugvinden. En 3 daarvan bevinden zich op de site van Den Uyt. Onze fractie vindt dat onze gemeente de nodige inspanning mag doen om zich ook een hartveilige gemeente te noemen. En daarbovenop hebben we al volgende voorstellen. Uiteraard het uitbreiden van het aantal locaties waar een AED-toestel ter beschikking wordt gesteld. Hierbij focussen op AED-toestellen die ten allen tijde beschikbaar zouden zijn en niet enkel tijdens de openingsuren van het gebouw waar het zich in bevindt. Want op dit moment zijn er, denk ik, maar 1 die dat buiten hangt, als ik me niet vergis. Het opnemen van AED-toestellen in de uitdienst van de gemeente, zodat deze gebruikt kunnen worden door verenigingen, scholen en zo verder bij het organiseren van evenementen. En iets meer promotie voeren voor de opleidingen die er gegeven worden door onder andere het Rode Kruis of zelf een opleiding aanbieden om die toestellen te gebruiken. Schepen Keijers. Ja. Goed, Hans, ik zou zeggen, bedankt om dat punt te agenderen. En we waren er ook al mee bezig, dus ik denk dat we hier zeer gelijkgestemd zijn. Reeds op 30 mei heb ik op Den Hove de mensen van Rode Kruis, 2 mensen van Mol, ook eentje van Vlaanderen op zich, rond het punt ontvangen. En zoals u zei, 7. Ondertussen hebben we er ook al 9, zijn er 2 op de OCMW-site bijgekomen. Dat was ook de reden. En volgende week stond al geagendeerd, dus nog voor uw vraagstelling, zowel bij het Comité Algemeen Beleid als op het Schepencollege, het voorstel om hartveilige gemeente te worden. Het is inderdaad heel belangrijk. Er zijn een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen. Een van de belangrijkste voorwaarden is minstens 1 AED in uw gemeente hebben. En daar blinken wij op zich uit. Ook mede dankzij, denk ik, vanuit de sport dat de vorige jaren al heel hard ondersteund is, dat we inderdaad zelfs momenteel al 9 AED's zelf in dienst hebben als gemeentebestuur. Daar scoren wij heel hoog in. We vinden dat heel belangrijk. Opleidingen zijn er ook al gegeven, zowel aan verpleegkundigen van het OCMW, ook aan de zaalwachters van de gemeente. Er komen nog 3 sessies, volgend jaar ook nog 6 naar Molenaars toe. We hebben ook al 2 sportclubs die momenteel hartvriendelijke sportclubs zijn. Dus we zijn met die materie heel erg bezig, dus ik vond op zich heel knap dat je daar ook mee kwam. Wij zijn er ook mee bezig. We zullen die hartveilige gemeente worden. Was op zich natuurlijk wel belangrijk. Hartveilige gemeente is op zich een label van Rode Kruis. Maar je hebt uiteraard ook nog andere instanties die ook heel gedreven met vrijwilligers, ook in onze gemeente, rond die materie werken. Uiteraard is ook heel duidelijk met de mensen van het Rode Kruis afgesproken van, ja, het is geen solo project met hen alleen. Je hebt bijvoorbeeld het Vlaams Kruis en nog een aantal andere instanties. Nu, daar konden zij ook, hadden zij geen enkel probleem. Dus ik zou zeggen, gesprekken waren al vergevorderd. Komt eerstdaags, Schepencollege, zal naar OCMW-raad op zich gaan. En we voldeden eigenlijk al aan alles om hartveilige gemeente te zijn, dus vind ik ook wel dat we die een titel mogen vragen, maar uiteraard dan ook nog toekomstgericht dan nog wat meer te ontplooien. Je hebt daar nog een aantal goede voorstellen gezegd die we ook zeker zullen meenemen in de werkgroep die daarmee bezig is. Dus we zijn een heel goed punt aangebracht, vinden wij ook. Schepen Verdonk. Ja, Hans, Dina Wim al heel omstandig heeft toegelicht naar het project zelf toe. Maar misschien een korte update naar de stand van zaken. We gaan dit jaar nog 2 AED-toestellen aankopen. We zijn nu nog aan het bekijken of dat we daar vaste toestellen van gaan maken of mobiele toestellen. Dat zijn dan mobiele toestellen die we aan sportclubs kunnen uitlenen bij
sportmanifestaties. Dus die knoop moet bij ons op de dienst nog genomen worden. Er zijn ook al sessies georganiseerd, maar dat is dan via de sportregio. Die hebben zelfs een molplaats gevonden. We zitten nu in het contract met TIOK dat we AED-toestellen kunnen aankopen. Daar hebben we op een bepaald moment de vraag gesteld of dat we dan als een soort van aankoopcentrale voor de sportclubs kunnen fungeren. Dat is ook eventjes op de raad van bestuur, op de sportraad geweest. Dit gaat juridisch niet. Dus dat punt is nu verder opgenomen met de regiowerking. En daar gaan we nu kijken of dat de regiowerking die aankoopcentrale voor de sportclubs niet kan zijn. Ik kan u ook al meedelen dat een serviceclub in Mol samen met mij, dat wij ervoor kunnen zorgen dat er een AED-toestel aan het NMBS-station zal gehangen worden op een publieke plaats. Dus achter de schermen zijn we daar volop mee bezig. Ik denk dat Wim dat ook terecht heeft aangehaald. Het is een belangrijk thema dat zowel bij het OCMW als op de sportdienst, dienst volksgezondheid, mee ondersteund wordt. Dus je zult zeker en vast daar de volgende weken en maanden nog resultaten van zien. Goed, Wim? Ja, nog gewoon... Hans, sorry. Bijkomende vraag. Wim heeft net gezegd dat er al 9 gemeentelijke AED-toestellen zouden zijn. Maar dan is ook het AED-toestel dat aan de Europese school hangt ook van de gemeente. Nee. Want dat zit wel in die 7 in dat op de website van het Rode Kruis staan. Goed, ik heb er hier staan. Eentje in het sociaal huis, eentje in Ten Hove, 2 in zwembaden, 3 in sporthallen, 1 in Rex en 1 in het Getouw. Het is een nota van onze dienst. En momenteel hebben we er 9 in onze gemeente. Kan inderdaad zijn dat er eentje dat van die 9, dat die wel in onze gemeente is. Met nota van, zo zeggen van... Maar het kan zijn dat de website nog niet... Ik weet wat het verschil kan zijn. Je moet AED-toestellen aanmelden. Mm-hmm. En hoogstwaarschijnlijk zijn niet alle AED-toestellen op die website aangemeld. Maar ik zal dat laten nakijken door de dienst. En dan de AED-toestellen die misschien voor de uitleen zouden dienen. Je hebt net gezegd dat die alleen voor sportclubs zouden zijn. Bijvoorbeeld. Voor mij liefst voor alle verenigingen dat die daar, alle verenigingen dat een evenement organiseren daar gebruik van willen maken. Maar ik ben uiteraard zeer positief over het feit dat jullie er al hard mee bezig zijn. Koen, heel kort. Ja, dus, ja, ik vind het ook een schitterend onderwerp. Nu, wat ik eigenlijk wel een beetje mis, dat is de toegankelijkheid voor iedereen. Dus alle toestellen hangen binnen, denk ik, in Mol. Dat is opgemerkt, hè? Ja, dus ik zou, als je op trouw ziet in de sporthal hangt, dat is goed voor de mensen in de sporthal, maar de Hemelboys, die voetballen er langs. In Hof van Trouw, als daar een activiteit bezig is, in het Gieselhof een activiteit, die geraken daar eigenlijk niet. En dat kan toch echt wel mensenlevens redden. Dus in Dessel hangen alle toestellen buiten en er is geen vandalisme, er is nog geen probleem geweest met de toestellen. Goh, dan moet je aan Herman Minne vragen, de schepen. Paspoort. Ik dacht dat die ook dat die voldeden aan de voorwaarden, maar je moet... Ik zou het zelf moeten vragen hoeveel dat er zijn, dat weet ik niet. Maar dat wordt aan gewerkt, gehoord. Ja. Ja, heel kort, dat is een doelbewuste keuze om die binnen te hangen. Ik kan daar van mening over verschillen. Die vraag is hier nogal eens geweest van, hang die op meer zichtbare en plaatsen buiten? Er zijn gemeentes die daarvoor kiezen om naar buiten te hangen, die wel last van vandalisme hebben gehad nadat het gestolen wordt. Dat is een toestel van €2.500. Als dat wordt meegenomen, dan ben je €2.500 kwijt. Dat is een beslissing die wij hebben genomen. Nu, ik denk op de meeste plaatsen waar wij ze hebben gehangen, na de uren als het daar gesloten is, is daar ook niet veel volk aanwezig. Maar dat is een beslissing die wij hebben genomen om die op beschermde plaatsen te hangen en niet echt op openbare plaatsen waar dat ze 24 op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar zijn. Omwille van, je hebt zelf aangehaald, mogelijk vandalisme of diefstal. Goed, dan zijn we bij puntje 46 en dan komen we bij de MOMO-fractie. Bij raadslid Abeloos, betrokkenheid, Molse burger bij organisatie, evenementen of andere gewichtige beslissingen. Solange, aan u het woord. Dank u, Peter. Ja, ik had mijn vraag zo gesteld, omdat er in het algemeen bij het nemen van belangrijke beslissingen eigenlijk weinig participatie wordt gevraagd van de burger. Laatste keer dat dat het geval was, heeft collega Koen dat nog eens aangehaald op de raad van mei in verband met de heraanleg van onze Lieve Vrouwenstraat.
Nu, vandaag stel ik die vraag eerder naar aanleiding van het organiseren van het Foodtruckfestival. Ik moet eerst en vooral zeggen, ik vond dat een enorm lovend initiatief en ik kan dat alleen maar toejuichen dat zoiets georganiseerd wordt. En dat mag altijd meer en meer. Ik denk ook dat het een enorm succes was. Maar wat ik daar dan wel spijtig bij vind, is dat eigenlijk de betrokken burgers amper 3 weken op voorhand enkel een schrijven krijgen in verband met het doorgangs- en parkeerverbod. En dat er eigenlijk helemaal geen participatie is. Dus dat wou ik eigenlijk vragen dat dat misschien in de toekomst wel zou kunnen. Ik denk dat dat tot heel leuke samenwerking kan zorgen. Schepen Deks? Ja. Solange, ja, ik heb gezien gewichtige beslissingen. Ik weet niet juist wat je daar allemaal mee bedoelt. Maar eerlijk gezegd vind ik het een blaam voor onze communicatieambtenaar dat je zo durft te stellen dat er in Mol geen overleg of te weinig overleg zou zijn rond bepaalde items die burgers aanbelangen. Ik denk dat wij in Mol, en dat wordt wijd en zijd erkend, een enorme goed werkende communicatiedienst hebben die daar heel veel belang aan hecht. En nu en dan zullen er inderdaad, misschien zelfs na overleg, nog ontevreden mensen zijn. Of zullen ze vinden dat ze niet genoeg inspraak of niet genoeg overleg gehad hebben. Dat kan allemaal zijn. Maar ik denk dat hier op dat vlak elke dag in het algemeen heel veel inspanningen geleverd worden. Nu, wat dit evenement betreft, ja, ik heb ondertussen al wel eens nagedacht van kijk, wat zou Solange nu eigenlijk bedoelen? Wat moet ik gaan doen? We hebben jaarlijks heel veel evenementen. Telkens wonen er op die omlopen nieuwe buren. Dat kan niet anders. Als ik bijvoorbeeld nu heel kort geleden Rozenberg Lichtstoet zie, dan weet ik wat voor een verloper in mijn buurt is. En dan lijkt het mij onmogelijk om ieder jaar opnieuw gaan te vragen aan mensen van zijn jullie akkoord of wat vinden jullie daarvan? Allee, ik denk echt niet dat we dan nog tot gezellige samenwerkingen gaan komen. Ik vrees dat we dan een evenementenstop gaan aankondigen. Hetzelfde met de braderij, hetzelfde met de jaarmarkt, hetzelfde met Mol Montmartre. Allee, ja, ik kan ze nu eigenlijk allemaal gaan opnoemen, maar dat leidt nergens toe. Nu, wij hebben de beslissing genomen omdat we dat inderdaad zo'n fantastische locatie vonden, het Foodtruckfestival te doen op de boulevard, ik zal het zo maar zeggen. En we hebben daar 4 weken geleden, of allez, 4 weken voor het evenement, de mensen verwittigd van kijk, dat gaat er gebeuren en dat gaat inderdaad ertoe leiden dat u met uw wagen niet tot aan uw woning kan. Nu, daar zijn enkele vragen gesteld dan door buurtbewoners. Die zijn ook allemaal netjes beantwoord. En meer zelfs, ik heb de mensen die mij persoonlijk gecontacteerd hebben ook uitgenodigd voor overleg. En ik heb met hen dat heel uitvoerig besproken. Ik heb dan met de diensten opgenomen van ja, kunnen we iets extra doen? Want we moeten daar natuurlijk mee opletten. Als je een week jaarmarkt of 3 of 4, 5 dagen zoals kermis voor je deur krijgt, of weet ik veel welke, de dinsdagmarkt, de dierenmarkt, ja, dan heb je natuurlijk altijd wel mobiliteitsproblemen. En dan zou je eigenlijk dan theoretisch gezien voor alle mensen een oplossing moeten gaan zoeken. Ja, dat is niet doenbaar. Wat we wel altijd doen, is nagaan van kijk, kunnen we eventueel voor bezoekers, of wat dan ook, als we veel drukte verwachten, kunnen we daar extra parking voor zoeken. En dan gaan we nog alles naar Colruyt met de kerstmarkt, hè, wanneer dat ook met de winkelsopening op zondag gecombineerd is. Of we komen op tegen Kanker, dan zijn we diezelfde vraag gaan stellen bij Aldi en daar in de buurt. Hè, dat gebeurt allemaal. In deze hebben we zelfs een hele grote uitzondering gemaakt. Hebben we gezegd aan de buurtbewoners van kijk, jullie kunnen uiteraard terecht op de hangaarparking, want in het weekend is daar meestal wel plaats. Maar goed, we hebben daar ook de parking van het OCMW en we weten dat daar in het weekend op personeelsgedeelte minder gebruik gemaakt wordt. Dus kom bij ons een parkeerkaart halen en dan
mogen jullie daar voor één keer uitzonderlijk ook gebruik van maken. Er zijn 5 kaarten afgehaald. We zijn ook altijd op het parcours aanwezig geweest. Dus als er mensen waren die nog iets nodig hadden, we waren zeer aanspreekbaar. Maar dat is niet gebeurd. Zoals je zelf zegt, het was uiteindelijk een overdonderend succes. Natuurlijk heeft dat ook met het mooie weer te maken. Maar uiteraard zijn er ook heel wat mensen geweest die gezegd hebben, dit is inderdaad de ideale locatie. En een van de buurtbewoners, want ondertussen heb ik ze denk ik allemaal wel gesproken daar, want ze waren allemaal op misschien hier en daar een uitzondering na aan het meefeesten. En dan zeiden ze zelfs, ja, misschien moet je de kerstmarkt hier ook doen. Dus ja, om daar dan overeenstemming in te vinden, ik denk dat het moeilijk is. Wat wij doen is mensen wel tijdig informeren. Ze hebben nadien nog een brief gekregen, maar als je daar te lang op voorhand mee aankomt, dan zijn mensen het dikwijls ook uit het oog verloren. Dus dat is ook geen goede zaak. We kunnen daar nog wel eens over nadenken of we daar nog verbeteringen kunnen aanbrengen. Maar ik denk, als ik in eerste instantie al die dingen... En ik niet alleen, hè, want dan geldt dat voor alle organisatoren in Mol. De buurten moet gaan ondervragen over hun bereidwilligheid om iets in hun straat te laten doorgaan, dat ik het niet ga uitgelegd krijgen en dat we het ook niet gaan laten kunnen doorgaan. Maar nu heeft iedereen kunnen vaststellen van kijk, het was fijn, het was aangenaam. Heel veel mensen, duizenden mensen, hebben zich geamuseerd dit weekend in Mol. En de buren waren uiteindelijk, voor zover ik het heb begrepen, en we hebben heel wat positieve reacties gehad intussen, ook wel tevreden. Hier en daar misschien eentje niet. Ik vind dat dan heel erg, want ik zou allemaal tevreden mensen willen hebben, maar dat is helaas heel dikwijls ook niet helemaal mogelijk. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. En wat proberen we wel? We proberen in elk geval een grote spreiding te doen. Hè, nu zaten we op de boulevard. Met de braderij zitten we in de centrumstraten. Met Montmartre zitten we achter de Neta. Ja. Maar er zijn er ook elke keer mensen die hun garages of hun woning niet met die wagen kunnen bereiken. Ja, we proberen de lasten te verdelen zodanig dat er voor iedereen ook lusten zijn. Maar om het elke keer van vooraf aan gaan te overleggen met de buurt, ik vrees dat ik mij dan in een onmogelijk parket ga brengen. Dus ja, als je daar suggesties hebt hoe dat we dat kunnen aanpakken, graag. Maar ik heb die alleszins niet. Goed, Solange. Ja, ik vind dat je niet kunt spreken van een goede communicatie als je amper 3 weken op voorhand enkel het bericht krijgt dat het voor de deur doorgaat en enkel eigenlijk alleen maar wordt geïnformeerd over het toegang. En wat stel je voor? Hoe zouden we dat kunnen verbeteren? Dat kan op een andere manier. Ik ben altijd voor suggesties. Je kunt altijd een buurt laten participeren op een andere manier. Laat die suggesties binnenbrengen via mail of hoe dan ook. Ik vind het ook een beetje onnozel van een foodtruckfestival te gaan vergelijken met een lichtstoet die ondertussen al 125 jaar bestaat. Vind ik eigenlijk een heel flauw verschil. Waar is het verschil voor de belasting van de straat? Want uiteindelijk ik heb het niet zozeer over de belasting van de straat, ik heb het over participatie van de burger. En wat ik daar straks wou aangeven, dat ik in mijn vraag stel, die gewichtige beslissingen, daar heb ik het over, belangrijke beslissingen, zoals heraanleggen van straten en dergelijke, waar dat in mei over gegaan heeft. Dus dat heeft niks te maken met organiseren van evenementen. Mijn vraag is ook wel zo opgesteld. En organiseren van evenementen. Dus dat heeft niks met een gewichtige beslissing te maken. Goed. Solange, voorstellen zijn altijd welkom. Hè? Kort mag aanvullen, ik denk ook dat als Solange in de vraag zegt samenwerking en overlegcultuur, dan ik kan er een voorbeeld van geven. Dat is als je een foodtruckfestival organiseert, wat prima is, was heel gezellig, maar dat je dan op voorhand en ruim op tijd de buurt zou kunnen laten betrekken in heel die organisatie. En als je de ongenoegens wilt laten verminderen, dan kunnen ze bijvoorbeeld... Ik heb geen ongenoegens. Allee, er zijn 3 Mag ik uitpraten? Ja, dat kan zijn dat jij als schepen 3 reacties gehad hebt. Ik heb er meerdere gehoord. Ik heb mensen echt horen zeggen van, dan komt dat nu voor mijn deur, ik heb mijn auto niet weg en zo. En dat is ook allemaal begrijpelijk, hè. Maar als je ze op voorhand betrekt en je laat ze zelfs deelnemen aan de activiteit, je laat ze zelf iets verkopen, je geeft ze de kans... Ah ja, nu nee, dan zonder overleg. Gewoon beslissen. Allee, ik weet niet wie dat u allemaal aangesproken heeft. Ik weet wel wie dat wij bij ons met vragen gekregen hebben op de dienst. En dat lijkt mij het eerste aanspreekpunt. En als jullie
bemerkingen hebben, dan horen wij dat ook graag op de dienst, want dan kunnen wij die mensen ook antwoorden en dat is ook overleg, want je moet natuurlijk niet wachten totdat we de dag nadien hier zitten, dat is voor niks nodig. Als er bemerkingen zijn die jullie als raadsleden binnenkrijgen van buren, dan neem ik toch aan dat je niet aarzelt en meteen de dienst op de hoogte brengt. En Solange heeft een mail gestuurd, ik denk wel 3 of 4 of 5, en daar zijn telkens heel uitgebreide en doordachte antwoorden op geformuleerd. 3 dagen nadien, alleen... dat is die snelle communicatie. Drie dagen? En dan nog na aandringen en na het doorsturen naar u. Wel, ik weet niet wat jij snel noemt, maar als ik op elk probleem dat ik heb binnen de 3 dagen een antwoord krijg, dan ben ik heel tevreden over de communicatie. Amai. En u spreekt over snelle communicatie. Goed, Solange, niks belet om, indien dat u voorstellen hebt, die naar de dienst te laten komen. Goed, puntje 47, en dan blijven we bij u, Solange, in verband met de aandacht voor een veilige verkeersafwikkeling bij renovatie en uitbreiding van schoolgebouwen. Ja. Ik stel deze vraag inderdaad specifiek omdat ze in Gompel begonnen zijn met de renovatiewerken en de uitbreiding van de schoolgebouwen. Maar dat is eigenlijk een algemene vraag. Wordt er bij dat soort hernieuwingen van schoolgebouwen, wordt er dan eigenlijk ook nagedacht over een veilige verkeersafwikkeling in de toekomst. Omdat wij hebben daar straks is nog eens ter sprake geweest dat een schoolomgeving toch altijd wel op natuurlijk heel korte momenten druk is. Maar misschien is dan de moment bij een renovatie om ook over die verkeersafwikkeling meer na te denken. Schepen van Hoof. Ja, dat klopt. Hè. Dat is inderdaad de moment. Nu, we hebben in Mol een 25-tal schoolomgevingen en die hebben allemaal hun verkeersproblematiek. En ik denk dat ik de voorbije jaren met elk van die scholen wel in contact geweest ben. Met sommige summier, met andere heel intensief. En is daar overleg gepleegd. Nu, ik denk dat school Gompel, van al die schoolomgevingen, denk ik, een van de meest veilige schoolomgevingen zijn. Ik denk dat daar ook het aantal conflicten zeer beperkt is. We hebben daar voor de schoolingang een verkeersvrij gedeelte. En ik denk ook dat het parkeren in de straten in de buurt voor weinig problemen zorgt. Hè. Dus dat maakt dat in deze daar eigenlijk geen nieuwe maatregelen genomen zijn. Maar in andere in het verleden zijn dat wel gebeurd. Dus ik denk niet dat er echt een grote verkeersproblematiek is aan de schoolpoort in Gompel. Ik heb daar in het verleden ook met de directrice al overleg over gehad. Dus ik weet niet welke maatregelen dat we in Gompel nog extra zouden kunnen nemen om eigenlijk die korte periode inderdaad, hè, van 's morgens en 's middags en 's avonds, om die vlotter te kunnen laten verlopen. We hebben denk ik de voorbije jaren heel veel maatregelen aan de schoolpoort genomen, maar ik weet niet goed in Gompel wat we daar nog kunnen eigenlijk verbeteren. Ja, dat klopt wat u zegt, dat Gompel inderdaad zeker niet het ergste geval is. Maar ik, zoals ik al zei, dat is een algemene vraag, eigenlijk ook naar de toekomst toe. Maar bijvoorbeeld, wat dat misschien in Gompel wel zou kunnen, ik zeg maar iets, is misschien een opsplitsing maken van het verlaten van de school zelf. Hè. Dus op 2 plaatsen, zowel in de Onze Lieve Vrouwstraat als in de Vlamingenstraat. Laten we zeggen, aan de ene kant kleuterschool en la en 1 en 2 en aan de andere kant. Dus dat je eigenlijk wel die verkeersdrukte toch wel een beetje kunt opsplitsen. Hè. Want bijvoorbeeld in de Onze Lieve Vrouwstraat ligt daar dat kerkplein, hè, waar dat eigenlijk voor de mensen die toch nog steeds met een auto komen. En een beetje. Dat is een kwestie van organisatie. Hè. Dus heeft denk weinig met een schoolgebouw te maken. Maar dat zijn dingen die eventueel kunnen even besproken worden. Maar ik zeg, het was vooral een algemene vraag. Ja. Goed, voldoende, Solange. Ja, dank u. Dan wil ik het publiek en de pers danken voor de aanwezigheid op de gemeenteraad van 19 september, waarvan het publieke openbaar gedeelte nu een einde neemt. Ah, is het een lange vrouw?
dat redelijk. Is dat goed dat we...